Ja, uh, we zijn live, geloof ik. Uh, welkom uh, op uh, 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 dit debat, uh, georganiseerd in het kader van de, de conferentie over de toekomst van Europa. Ja, mensen, we gaan het hebben over de toekomst van Europa. En die toekomst is natuurlijk prachtig. Um, deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Europees Parlement uh, Liaison Bureau in Nederland en door het Montesquieu Instituut. Um, we gaan het vanavond hebben over de democratie. Uh, de democratie op uh, Europees niveau, de democratie op nationaal niveau. Hoe die twee dingen in elkaar grijpen. Uh, en of die twee uh, ja, lagen van democratie. iets van elkaar kunnen leren. en uh, sterker zouden kunnen worden. door beter samen te werken, wellicht. Dus daar gaan we het vanavond over hebben. Ik heb een prachtig panel. Die ga, dat ga ik even heel kort voorstellen. Ik begin bij Middeltje van Keulen. Uh, zij is lector aan uh, de Haagse Hogeschool. en uh, heeft onlangs een onderzoek. Gedaan voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder andere over dit onderwerp, een beetje kun je wel zeggen. Uh, wat dus uh, binnenkort uitkomt, als het goed is. Er was jarenlang griffier van de Commissie Europese Zaken in de Tweede Kamer. Dus weet uh, alles over uh, de, 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 de verhouding tussen Europese zaken en wat er zich allemaal in de Tweede Kamer afspeelt. Uh, dan hebben we aan de rechterzijde Peter Teffer, uh, onderzoeksjournalist voor Follow the Money. Uh, uh, heeft ook geschreven voor de EU Observer, ook voor NRC, mijn krant. Um, en is ook de auteur van uh, uh, Dieselgate uit 2017. Over uh, ja, zeg maar de hele affaire rondom de, de, de uitlaatpijpen die je. Uh, in. in Het de... Ja, precies. Uh, en ook, uh, je hebt ook geschreven: Het lijkt Washington wel well, hoe lobbyisten Brussel in hun greep hebben. Uh, uh, dat is vorig jaar uitgekomen. Uh, dus ook welkom, Katelijne Buitenweg. Ze uh, is tegenwoordig staatsraad bij uh, de Raad van State, een hele prestigieuze positie, uh, kun je wel zeggen. Uh, ze zit vanavond vooral hier aan tafel in haar rol van uh, oud-Kamerlid en oud-Europarlementariër voor GroenLinks. Uh, en, ook interessant om te weten, gepromoveerd op het EP, op het Europees Parlement, uh, op het onderwerp vertegenwoordige, ver, vertegenwoordigende autonomie. Ja, tegenwoordig van de autonomie van het Europees parlement. Zo is het. Nou, het klinkt super interessant en ingewikkeld. Uh, aan mijn andere uh, rechterzijde hier, uh, Thijs Reuten, uh, de enige ja. Europarlementariër, de enige echte Europarlementariër vanavond aan tafel. Uh, uh, en uh, wat interessant is, is dat Thijs nog niet zo heel lang. Uh, we zijn op, op voornaam basis, toch, denk ik. Ja, dat kan wel. Uh, Thijs zit nog niet heel lang in het Europees parlement, sinds april. Verving toen uh, Katipiri. Die naar de Tweede Kamer ging. En thijs was de eerste volgende op de lijst, dus die mocht naar het Europees Parlement. Uh, heeft een lange carrière achter de rug in de lokale politiek rondom uh, Amsterdam. En ik las ook ergens uh, uh, in het verleden politiek adviseur geweest van Frans Timmermans op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zeker. Dat klinkt ook uh, heel interessant. Uh, we uh, gaan we vandaag debatteren? Nu is het zo dat de conferentie over de toekomst van Europa. is eigenlijk een debat wat we met u, de kijker, thuis uh, zouden willen voeren. Alleen door de coronamaatregelen bent u er niet vanavond. Dus het moet allemaal digitaal uh, en online. en dat is super vervelend. Maar toch gaan we het op die manier doen. Uh, en ik reken dus wel op. Uh, ja, zeg maar een beetje geanimeerde bijdrage van het publiek thuis. Uh, dat kan via de chatfunctie van YouTube. Dat kan door te mailen. Uh, evenementen. Montesquieu-instituut.nl. Ik zou de chatfunctie in YouTube gebruiken, eerlijk gezegd. Maar, maar nou ja, goed, die, die staat waarschijnlijk ook daar op vermeld op de website. Uh, en via Twitter is uh, dat kan ook. Dat is Montesquieu-inst. Met de hashtag uh, EU-democratie. Dus er zijn volop mogelijkheden om mee te doen vanavond aan het debat. En maak daar vooral ook gebruik van. En uw vragen worden dan, als het goed is. Uh, worden ze uh, uh, aan het, uh, op den duur in het debat voorgelezen? En dan gaan we daar ook verder over discussiëren. Uh, de, 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 de gang van zaken vanavond is als volgt: Mendeltje van Keulen gaat zometeen uh, een korte inleiding geven. Een korte prikkelende inleiding, waarin ook een aantal stellingen zullen worden uh, ingebracht. Uh, en vervolgens uh, uh, is het de bedoeling dat hier een levendige discussie uh, over ontstaat. Uh, dus ik zou uh, graag het podium willen geven aan Mendeltje. Hartstikke leuk, Stefan. Ja. Uh, fijn om hier over dit onderwerp te praten. We hadden inderdaad in de organisatie het uh, idee dat het goed zou zijn om iedereen die nu meeluistert vanavond een beetje uh, op hetzelfde niveau te brengen als het gaat om uh, dit onderwerp. Uh, we hebben het over de, de samenwerking tussen Europarlementariërs en Kamerleden. En vooral ook de vraag uh, het maken van Europees beleid, waar ze allebei een rol in hebben, waar Eerste Kamerleden, Tweede Kamerleden en Europarlementariërs een rol in hebben. Uh, wat is daarin het, het afstemmen? De informatieuitwisseling uh, tussen, die, uh, tussen die groepen zou je kunnen zeggen. Um, en ik heb een aantal slides voorbereid, eigenlijk heel kort... om iedereen eventjes mee te nemen in deze wondere wereld. Het is toch wel een beetje een wondere wereld, weet ik, als ik. Ik praat vaak over dit onderwerp. En het eerste wat mensen eigenlijk heel vaak zeggen is... ja, het is, het is zo complex. Het zit zo ingewikkeld in elkaar. En ik wou daarom maar gewoon beginnen met één kernboodschap. En dat is misschien goed ook als publiek om je te realiseren. Omdat het meteen ook de, de mogelijkheid biedt... om eens wat verder te denken naar mogelijkheden. Want dat willen we graag in dit debat, hè, Stefan. We willen kijken naar wat is nou die mogelijkheid om uit te wisselen. En een hele belangrijke boodschap, denk ik, ook voor dit debat... is dat eigenlijk in alle hoofdsteden van de Europese Unie... je weet, 27 landen, dat daar tegelijkertijd over dezelfde onderwerpen wordt gepraat. En dan zie je hier Den Haag staan in de slide en je ziet Brussel staan, maar je moet natuurlijk voor het Europese parlement ook nog even naar Straatsburg kijken, waar men formeel één keer in de maand bijeenkomt. Uh, maar tegelijkertijd dus over diezelfde onderwerpen wordt er gepraat. Dus als we het nu bijvoorbeeld hebben over de Green Deal, uh, waar een heleboel voorstellen onder liggen, uh, heel concreet bijvoorbeeld over het maken van laadpalen voor transportinfrastructuur, dan zijn dat thema's die hier in Den Haag worden besproken, maar die uh, tegelijkertijd in Dublin worden besproken, in Helsinki, in Berlijn, uh, en dus ook in Brussel en Straatsburg het Europees parlement. En de vraag is dus: biedt dat kansen? Nou, ik denk ja, het biedt kansen. Dat is meteen een prikkelende stelling. Dus daar zullen we zo meteen ook met de andere sprekers over gaan praten. Het biedt kansen voor betere oplossingen. Want dat is eigenlijk de reden dat we in de Europese Unie bij elkaar komen. Hè? We willen oplossingen maken voor problemen waar mensen op de werkvloer tegenaan lopen. Bij gemeenten, bij bedrijven, bij overheden, waarvan men zegt van nou, dit zou beter kunnen. Dit, 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 dit jeukt. Dus dat, dat wil men dan bij elkaar brengen. Ik heb hier een, een, een praatje waar ik uh, u absoluut niet doorheen ga leiden. Maar ik wil toch wel een, een heel klein beetje, eigenlijk twee uh, instellingen uit dit model oplichten. En dit is een model, en dat heet altijd een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. En dan moeten wij altijd heel hard uh, lachen ah, dan moeten als we... je dat zegt. Want. Uh, <laughs> Als mensen dit zien, zeggen ze vereenvoudigd. Ja, oké. Okay. Daarom heb ik Nederland maar even oranje gemaakt. Uh, aan de rechterkant de ministeries en de Tweede Kamer. Daar mag ik ook de Eerste Kamer bij zetten. Maar die zijn natuurlijk nog wat kleiner. Dus daar zijn ook een aantal senatoren die zich mee bezighouden. En die zijn eigenlijk steeds bezig met het maken van Europees beleid. En het Europees beleid, dat maken ze in een standpunt. En dat standpunt gaat naar de Raad van Ministers. Nou heb ik daar een foto, als jullie goed kijken, van Carola Schouten geplaatst. En dat zegt natuurlijk. Uh, Carola Schouten is een minister die heel vaak naar Brussel gaat. Want zij moet met haar collega's, haar 26 collega's uit de andere hoofdsteden praten over het landbouwbeleid. Ja, dat is die raad van ministers. Dat, he? dat is het gremium ministers. waar Carola Schouten op Europees niveau in, uh, in meepraat over beleid. Ja, precies. En ze zit daar met 26 collega's uit die andere ja. steden. En uh, daar zit uh, ook een belangrijke rol voor de Europese Raad. En daar heb ik een plaatje van onze minister-president neergezet, Mark ja. Rutte. Um, die niet kan worden afgewisseld. Hij zit daar zelf altijd. Hij zit ook vaak alleen in een zaal uh, en moet daar ook onderhandelen over Europese voorstellen. En dan zien we nog uh, eigenlijk heel groot dat Europees parlement daar in het midden staan, met daaronder een plaatje. Het is een min of meer willekeurig plaatje, maar van de fractie van de VVD in het Europese Parlement. Uh, daar zitten 29 Nederlanders waarvan er eentje vanavond bij ons is. En, uh, deze uh, leden van het Europese parlement, die ook door ons direct zijn gekozen, die gaan dus onderhandelen over Europese wetten. En dat doen ze dus uh, in Europa, maar tegelijkertijd krijgen zij ook heel veel input uit het veld over dingen die beter kunnen. Ze hebben ook initiatieven over dingen die beter kunnen. Uiteindelijk komt dat dan allemaal uit in Europese wetten en beleid. Maar Europese wetten en beleid zijn nooit af. Uh, daarom is het een rondje. Want je ziet toch weer dat in dat veld. Uh, daar helemaal links zie je ook weer ideeën hoe het beter kan. En dat gaat allemaal naar de Europese Commissie, en die gaan we weer schrijven. Nou, ja, over en deze en, slide... Sorry dat ik je onderbreek, maar die ja. ideeën dat zijn dan, dat, dat, is dan zeg maar, dat, zijn de, dat zijn de gebeurtenissen. Waardoor... bijvoorbeeld crisis, ja. Uh, ja. of het zijn uh, wetten die niet goed passen, okay. of het zijn uh, uh, mensen die uh, bijvoorbeeld bij elkaar komen omdat ze zeggen: Joh, we moeten dit echt over de grens aanpakken, grensoverschrijdend. Ja. Ja. Uh, dus nieuwe inzichten ontstaan. Nieuwe er inzichten en dan wordt weer geschreven. En nou is eigenlijk in dit plaatje, want ik zeg wel eens, daar kan ik maanden over college geven, maar dat is nu niet de bedoeling. Maar voor dit plaatje is het misschien wel goed ook voor de mensen die meeluisteren om je te beseffen dat het heel vaak ook dezelfde mensen zijn die aan die tafel zitten, omdat uh, ja, je hebt een x-aantal experts in Europa, als het bijvoorbeeld gaat om de laadpalen, de branches, uh, de mensen die daar belang bij hebben. En die komen steeds weer bij elkaar om beleid te maken, bij te schaven, te zorgen dat hun beleid ook weer in de Tweede Kamer aan de orde is. Nou. Dus dit is eigenlijk zo'n plaatje zoals dat zit. En dan wil ik een beetje gaan inzoomen, Stefan, op, op, op hoe dat dan in, de, in het nationale parlement en in het Europese parlement loopt, hè. Eerst eens even dat Europese Parlement. Ik heb daar boven gezet van tandeloze tijger naar wolf in schaapskleren. En dat is niet voor niks, want mensen beseffen zich vaak niet dat het Europese Parlement toch wel stiekem in de loop van de jaren eigenlijk echt een volwaardig wetgever is geworden. Catharina uh, heeft daar ook een proefschrift over geschreven. Het is eigenlijk echt een autonoom en heel volwaardig parlement. En toch zie je vaak, je ziet daar nog een heleboel bevoegdheden aan die het parlement kan doen, dat mensen zich als het over Europa hebben, erg richten op de raad. Dus op, de, op die, die, die staatshoofden, de regeringsleiders, maar ook de ministers die daarheen gaan. Ja. En dat zien we ook wel in Den Haag, hè? dat je toch vaak praat over ja, die raad, maar dat het Europese parlement dat parallel ook onderhandelt over al die wetten. En dat is goed om ons te realiseren. Nou, straks praten we ook nog eventjes op de laatste bullet, zie je staan dat het een magneet is voor lobbyisten. Uh, dat, lobbyisten zeg ik altijd, dat, dat, dat is eigenlijk een soort fluïde organisatie, die gaan naar waar de macht is. En de macht is dus in het Europese parlement voor heel veel mensen als het gaat om het realiseren van belangen. Nou is het punt dat nationale parlementen ook veel doen in Europa. En ik heb hier een plaatje gezet. Misschien ziet u dat op de slide, Ik moet een beetje, beetje turen. Maar dat is een transportraad staat er boven, maar dat is niet echt een transportraad. Het is een voorbereiding van een vergadering in Europa over de transportraad van ministers. Ja. En daar zitten Kamerleden die dat altijd voorbereiden. Je ziet hier een, een Kamerlid dat, dat, uh, dat daarover uh, uh, inbreng levert aan de minister. En die zegt dan tegen de minister: dit is wat wij eigenlijk mee willen geven voor zo'n raad. Dat doen ze, en dat is wel interessant, in Nederland in het openbaar en ook op basis van openbare stukken. Dus als we het hebben over mogelijkheid voor invloed uh, en mogelijkheid om dingen goed te volgen, dan kun je zeggen: God, dat doen we in Den Haag eigenlijk best openbaar, want we zijn het enige land dat al die debatten allemaal openbaar, met alle stukken openbaar uh, houden. Dat is eigenlijk wel bijzonder. Ja. En tegelijkertijd moet je ook zeggen dat de regering daar ook informatie geeft over. Het Europees Parlement. Dus wat speelt er dan in het Europees Parlement? Vertelt de regering ook. Dus Kamerleden hebben daar best veel informatie over. Ondertussen dus in het Europees Parlement die 29 Nederlanders. Nou, dan kun je vertellen over hoe het Europese parlement werkt. Daar gaan we misschien straks wat meer op in. Maar ik denk dat het goedje te realiseren is dat het Europese parlement een heel ander parlement is. Wel een volwaardig parlement, maar een ander parlement dan hier in Den Haag. Omdat het Europese parlement vooral wetten maakt. Uh, dus uh, stukjes nieuwe tekst, amendementen in Europees jargon, maakt op voorstellen. En dan zegt, daar willen we uiteindelijk besluiten over maken. Ja, maar dat doet de, de Tweede Kamer. Formeel doet de Tweede Kamer dat ook, maar de Tweede ja. Kamer maakt eigenlijk heel weinig wetten. De Tweede Kamer debatteert vooral over voorstellen die de regering Aha. maakt. Okay. En echte wetten schrijven, daar zijn ook wel wat interessante. Er is ook wel eens wat, wat kritiek op. Dat, doet, dat doen Kamerleden niet zo heel veel meer. Onder andere ook omdat het heel veel tijd kost en heel veel capaciteit kost. Daar komen we straks ook nog wel op. Ja. Dus het Europees Parlement, onthoudt u dat, die maken wetten op basis van amendementen. En dat doen ze in allerlei uh, commissies en met rapporteurs, et cetera. Uh, maar dat Nationale Tweede Kamer, die, die onderhandelt, die, die debatteert vooral over zo'n. Uh, maar nog proces. even één uh, puntje. Want uh, de, het Europees Parlement is zelf niet de aangever in dat wetgevende proces. Dat, dat, is wel de, dat zijn wel degelijk de lidstaten, de Raad. Toch? Ja, het is interessant dat um, dat formeel inderdaad volgens de wet nog niet zo is. Ja. Maar ik zeg nog, omdat onder andere nu de nieuwe Duitse coalitie in Berlijn. maar ook uh, heel veel Europarlementariërs, natuurlijk zelf, hebben gezegd dat zouden we eigenlijk veel meer willen. Wij willen ook echt initiatiefrecht, zoals dat heet. Ja. Dat is nu die Europese Commissie, hè? dus het uh, dagelijks bestuur, zou je kunnen zeggen. Maar het parlement maakt al wel heel veel rapporten uh, waarin ze initiatieven presenteren. Waarin ze zeggen, joh, we hebben nou gehoord dat iets niet werkt. kunnen we daar niet wat meer mee doen? En dan gaat men daar toch ook. Echt wel vaak over praten. Ja. Maar formeel hebben ze geen initiatiefrecht. Formeel niet, maar informeel komt het er eigenlijk wel een beetje opnieuw. Absoluut. Ja, okay. En dat is ook een beetje wat ik bedoel met heel vaak zijn het dezelfde cirkels waarin mensen elkaar weer tegenkomen en toch weer over bepaald beleid praten. Goed, wat kunnen we leren van elkaar? In elkaar bedoel ik dan Den Haag en het Europese parlement. Ik heb drie punten genoemd. Wat in ieder geval al best vaak gebeurt, en daar kunnen Katalijn en Thijs straks wat meer over vertellen, is die inhoudelijke afstemming. He, dus binnen de fractie over hoe ligt het krachtenveld nou eigenlijk in Europa, wat vinden andere landen, wat vinden wij van het Nederlandse standpunt. Veel uit, informatieuitwisseling. Wat ook wel gebeurt, maar al wat minder, is het gebruik van hoe doe je dat nou eigenlijk? Zeg maar, hashtag hoe dan? Hoe ga je met dat Europees? Beleid aan de slag. Uh, wat uh, soms niet zo bekend is, is dat bijvoorbeeld uh, de Tweede en de Eerste Kamer toegang hebben tot uh, de database uh, van de Europese Raad, dus van, uh, van alle stukken in Europa. En daarna kunnen ze heel veel informatie opzoeken. Nou, ze zijn best wel op de hoogte. Ze kunnen dat zijn. En de vraag is dus ook: hey, is dat nou nuttig uh, om daar nou binnen de fracties even wat dieper op in te gaan? Dat is een vraag ook zometeen voor het debat. En tot slot zou ik het ook nog wel willen hebben, en dat is ook wel. Um, dat hoor je ook wel vaker, ja, het, het werken is echt anders. Nou, dat is, denk ik, Katelijne kan het als geen ander vertellen. Het werken is anders in het Europese parlement en in het uh, nationale parlement. Niet alleen omdat ze dus andere dingen doen, namelijk of debatteren of uh, wetten maken, maar ook wel, ja, toch een zekere nieuwsgierigheid en een kennis van als je met 27 landen iets moet doen, dan kun je nooit per definitie alleen maar gelijk krijgen. Dan zul je altijd een beetje op elkaar moeten afstemmen. En daar heb je ook een zekere nieuwsgierigheid naar nodig, naar welke Belangen, welke geschiedenis zit er nou achter zo'n standpunt? En het standpunt van Litouw, het standpunt van Oostenrijk, het standpunt van Portugal. Da daar, dat is eigenlijk een soort werkcultuur die je per definitie in het Europese parlement natuurlijk meer hebt, omdat je daar meer uh, internationaal werkt. Ik eindig Stefan om iets te vertellen om het leren van andere landen. Want ik zei net al een beetje als teaser van ja, dit gebeurt dus in alle landen. Alle landen van de Europese Unie hebben Europarlementariërs. Alle uh, landen van de Europese Unie proberen dit dilemma waar we vandaag ook over praten een beetje aan te vliegen. Van joh, wij hebben Europarlementariërs, in het geval van de Duitsers bijvoorbeeld heel veel. Uh, hoe kunnen we die nou met Berlijn laten communiceren? Ja, het geval uh, van uh, Athene is het, nou, we hebben Griekse Europarlementaris, hoe laten we die nou met onze collega's uh, de debatteren? Nou, hebben we hebben drie voorbeelden uitgelicht, dat is ook een onderzoek um, wat jullie ook uh, online kunnen vinden. We kunnen de link ook in de, 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 onder de YouTube plaatsen, het is onderzoek van buitenlandse zaken, van de directie internationaal onderzoek en beleidsevaluatie. En we hebben gekeken hoe andere landen dit doen. Vier voorbeelden. Duitse Europarlementariërs die zijn medelid met spreekrecht van de Bondsdag. Natuurlijk niet formeel, want dat kan niet. Je kan niet medelid zijn van twee parlementen, maar ze, zijn dus, ze krijgen bijvoorbeeld alle stukken die, die in zo'n Bondsdag worden gewisseld, die, daar hebben zij toegang toe. Deense Europarlementariërs die vergaderen maandelijks met hun collega's in de uh, Volketing. Dat is een, heb ik even expres genoemd, het Deense parlement. Dat is zo'n zo mooie term, het Deense parlement, de Volketing. Um, daarbij die tweede bullet kan ik in ieder geval zeggen dat toen ik gevier was van de Kamercommissie Europese Zaken, dat dit ook echt een ambitie was. Dat ik dacht nou ja jongens, kom op. Hè? Als we allemaal diezelfde stukken bespreken, laten we dan ook proberen om maandelijks tenminste bij elkaar te komen. Nou, dat is helaas niet gelukt. Uh, volgens mij gebeurde het tot op de dag van vandaag niet. Het is heel moeilijk om al die agendas goed bij elkaar te krijgen, maar het is natuurlijk een voor de hand liggende manier om bij elkaar te overleggen. Franse Europarlementariërs, zal u niet verbazen, hebben hele nauwe banden met Parijs. Dat heeft ook een beetje te maken met hun heel andere politiek-bestuurlijke cultuur. Um, maar zij zijn uh, vaak in Parijs en hebben daar uh, heel veel contacten. Uh, met de assemblée in Frankrijk, die thuis weer heel zwak is. Zoals we weten is het Franse parlement een vrij zwak parlement, het presidentieel systeem. Dus dat zit anders in elkaar. En tot slot nog even het punt wat veel mensen ook nog niet weten, maar wat wel een heel interessante groep is: uh, dat is dat de alle nationale parlementen, ook de Eerste Kamer en de Tweede Kamer, nog even los van die Europarlementariërs, ook zelf in Brussel zitten met een kantoortje. In een gebouw waar ook alle nationale parlementen uh, vertegenwoordigd zijn. Um, die komen bij elkaar in een club die heet de Monday Morning Meeting. En daar worden ook elke week weer, of elke paar weken weer, alle Europese voorstellen besproken. Okay. Dus zo zijn er allerlei kanalen waar je wel degelijk informatie kan uitwisselen. Maar ik heb in mijn praatje ook proberen aan te geven. dat er toch ook wel wat obstakels zijn voor die uitwisseling. En het zou heel leuk zijn als we vanavond wat verder komen, denk ik, Stefan, in de vraag van. goh, nou, hoe kunnen we het nou beter, beter krijgen in die, uh, in die uitwisseling? Oké, okay. perfect. Uh, nu is het zo dat, uh, uh, veel dank daarvoor. Uh, we hebben dus een drietal uh, uh, stellingen uh, bedacht uh, om het debat een beetje te structureren. Um, en um, het aardige is dus dat een van die stellingen is ook via Twitter uh, tot stand gekomen via een Twitter poll. Dat is onze kleine bijdrage aan de democratie, zal ik maar zeggen. Um, in ieder geval, de, de drie stellingen zijn: uh, er moet meer afstemming plaatsvinden tussen het Europese parlement en nationale parlementen. Uh, um, de tweede stelling is: het Europese parlement heeft te weinig zeggenschap. Dat is trouwens de winnaar van de Twitterpol. Uh, en de derde stelling is: nationale parlementen en het Europese parlement kunnen veel van elkaar leren. Uh, Misschien is het een idee um, als uh, iedereen even een soort eerste korte reactie geeft op die, op, die, op die stelling. En dan wilde ik eigenlijk beginnen met de enige echte Europarlementariër in dit gezelschap. De eerste uh, stelling? Nou ja, gewoon uh, als je dit zo ziet, zeg maar. Ja. Wat, ja, een soort eerste indruk die je dan krijgt. Um, nou, ik, ik vind het leuk dat uit de poll de stelling 2 naar voren is gekomen. Het Europees hm. Parlement heeft te weinig uh, zeggenschap. Aan de andere kant denk ik ook dat, uh, en daar zitten we toch ook een beetje met uh, de mensen thuis uh, hiervoor bij elkaar, dat natuurlijk ook de vraag is, ook in het verlengde van het, uh, uh, de inleiding van, van Mendeltje van Keulen. Uh, hoe we nou ook die samenwerking of, of wat, wat daar is, maar ook wat er individueel in die parlementen gebeurt, op een. Op een betere manier over het voetlicht kunnen krijgen. Zodanig, hè, met deze uitleg, dat, dat scheelt natuurlijk al een hoop. Maar ik denk dat het ook voor veel mensen thuis gewoon heel erg ingewikkeld uh, is. Hè. Uh, het plaatje wat jij al liet zien. Uh, ja, het kost mij ook nog wel eens moeite om uit te leggen wat ik nou precies doe en hoe dat zich verhoudt uh, tot, tot de zaak. Dus ik zie in eigenlijk alle drie de stellingen aanknopingspunten om ook daar. De, de, de schijnwerpen op te richten. Wat kunnen we individueel? Ik hou zelf erg van voorleven. Dus gewoon doen. Interessant dat jij noemt. Zo'n suggestie om met Europarlementariërs en Nederlandse parlementariërs. te vergaderen. niet van de grond is gekomen. Nou, ik wil die handschoen best oppakken. want ik denk dat het inderdaad heel nuttig is. En voor mij hoeft het helemaal niet in een formele structuur. om te beginnen. Als mensen, een paar mensen. namelijk het goede voorbeeld gaan geven. en daar ook over communiceren. ook met, met, het, met het publiek dan gaat dat vanzelf iets opleveren. Want dan gaan mensen denken, hey, wacht, daar gebeurt misschien toch wel iets interessants. Dus ik, ik, ik denk dat we ook moeten kijken naar hoe we ja, gebruik maken van de nieuwe middelen die er zijn... op een onorthodoxe manier dit naar voren kunnen brengen. Oké, okay. dan gaan we nu naar de enige echte oud-Europarlementariër, <laughs> Katelijne. Uh, uh, wat uh, uh, Thijs zegt dus eigenlijk van we hoeven dit niet allemaal in een nieuwe formele structuur uh, uh, te gieten. Is dat iets waar je het mee eens bent of... Nou, ik denk wel dat heel veel uh, een kwestie van doen is, want er is natuurlijk gewoon heel veel mogelijk ook uh, zowel door het Europees Parlement als uh, door de Tweede Kamer, zeg maar, om meer zicht te hebben, om meer grip te proberen te krijgen. Dus ik, dat, daar ben ik het wel mee eens. Um, kijk, Als ik die stellingen zie, dan, dan merk ik van ja, er is een grote wens dat in ieder geval parlementen, dus, dus de volksvertegenwoordiging, meer grip krijgt. Uh, op de Europese besluitvorming. Daar, ik kijk nog wel een klein beetje anders aan, denk ik, tot wat het parlement in Europa is. Want in mijn ogen is dat niet alleen het Europees parlement. Uh, als je kijkt naar uh, wie is nou. Uh, ja, waar komt nou eigenlijk in zekere zin de volksvertegenwoordiging vandaan? Dan is dat, uh, zijn dat twee Kamers. Dat is namelijk het Europees Parlement en de Raad van Ministers. In die zin is het veel meer vergelijkbaar. Uh, met de Amerikaanse situatie, waar je de Senate hebt en de House of Representatives. Je hebt in dit geval ook het Europees parlement en de Raad van Ministers. Uh, in Amerika is het allemaal een beetje netter. De ene, het parlement daar is gekozen met one man, one vote. En de andere, in het andere geval heb je elke staat heeft twee stemmen. Bij ons is het in allebei de gevallen een rommeltje. Maar ik heb het wel eens uitgeprobeerd uh, uitge, te tellen. Van, klopt het een beetje dat dan nog de grote staten relatief net zoveel macht hebben als bijvoorbeeld in Californië, versus de kleine staten daar? Het klopt daar een beetje. Dus je moet ook, als het gaat over de, hoe je, moet je het Europa een beetje makkelijk maken. Je kan ook bedenken: het is gewoon. Uh, een manier. Je hebt de Europese Commissie, ja, die maakt inderdaad de voorstellen. Die probeert ook een deel van de uitvoering uh, te doen. En er moeten zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement moet met elkaar uh, onderhandelen om tot een uitkomst te komen, zoals je het ook in uh, Amerika uh, ziet. En wat het voordeel is van die benadering, is dat je dan de Raad van Ministers. Ook wat minder uh, makkelijk laat wegkomen met geheimhouding. Want die ministers zijn namelijk gewend om zaken geheim te houden, omdat ze dat in een kabinet ook zo hebben. Dan zegt iedereen: ja, kabinetsvergaderingen maar vrijdag zijn ook altijd geheim. Maar zodra een minister naar Brussel gaat, is het geen kabinetslid, is het geen bestuurder, is het geen regering, maar maakt die wetten. En het maken van wetten hoort in de openbaarheid uh, te gebeuren. Dus daarom zou ik deze benadering aanraden, omdat je de, ze dan wat minder makkelijk daarmee laat wegkomen. Oké, okay. uh, Peter? Ja, ik denk dat je altijd wel kunt zeggen dat je van elkaar kan leren. Dus uh, stelling drie is sowieso waar. Um, stelling 1: Eigenlijk ook. Ja, uh, meer er zal niemand slechter van worden als er meer afstemming uh, zal zijn. Um, en ja, stelling 2. Ik wil dan uh, wel weten wie die stemmer zijn uh, op Twitter. Uh, als dat allemaal uh, collega-Europarlementariërs zijn van Thijs, uh, dan ik weet ik wel stemmen. waarom. Ik niet gestemd. <laughs> Want na, na, ja, elke organisatie zal altijd zeggen dat ze meer zeggenschap nodig hebben. Ja. Yeah. Um, maar de vraag is uh, wat daarmee vervolgens wordt gedaan. Yeah. Um, wat je geregeld ziet op Europees niveau, uh, is dat ook bijvoorbeeld lidstaten zeggen dat ze bepaalde bevoegdheden willen uh, Europeaniseren, maar dat er dan vervolgens niks mee gebeurt. Of dat ze zeggen we moeten gezamenlijk zo, zo aanpakken, dan is die mogelijkheid er en dan wordt het niet benut. Um, dus de, de, ja, te weinig zeggenschap. Ja. Dat, ik vind het een moeilijke stelling om daar iets heel uh, uh, genuanceerd onderzoeksjournalistiek over te zeggen. Ja, ja. helder. Um, uh, wat ik me wel uh, um, uh, afvraag is: um, um, Het Europese parlement. Uh, um, uh, het heeft dus een hele belangrijke rol. Uh, uh, hè, daar zijn we het denk ik wel over eens, maar dat weten we dus eigenlijk niet echt in Nederland op de een of andere manier. Ja. Um, uh, wat mij lastig lijkt in deze situatie ook is dat. Het uh, werd al even genoemd: we hebben maar 29 Europarlementariërs. Je hebt dus hier in, 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 de, in de Tweede Kamer, wordt, wordt de minister met een soort opdracht naar Brussel gestuurd, en dus ook met een soort gevoel van: ga dat maar even doen. Maar, en, en in Nederland klinkt dat dan heel redelijk, want ja, dat is dan zeg maar een meerderheid in de Kamer die dat besluit. Maar vervolgens gaat die opdracht naar Brussel en ontstaat er dus inderdaad een heel ander krachtveld, want dan blijken we nog maar met z'n 29 te zijn, zou ik maar zeggen, uh, van, de, van de 750 uh, Europarlementariërs min of meer. Uh, uh, en bovendien uh, 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 in die Raad van Ministers... Uh, uh, moet je daar, uh, ze, he, daar is op zich iedereen even machtig, zou je kunnen zeggen. Maar als het vervolgens. Uh, dat, dat wetgevende proces op gang komt. Dan, dan. het aantal Nederlanders wat zich er tegenaan bemoeit. wordt steeds minder, zou ik maar zeggen. Of, ja, ik, 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 is dat niet, is dat niet uh, misschien een deel van de frustratie die mensen voelen. bij de, als het gaat over de EU? Namelijk dat, dat, je, dat je het gevoel hebt van. ja, maar wij willen dit. en dan vervolgens. Uh, ...komt het niet uit. Peter, ik zie, ik, zie je, ik, ik zie je knikken. Ja, maar ik denk dat je daar gewoon een soort van uh, reality check nodig hebt... ...dat wij Nederlanders uh, 3,91% van de Europese bevolking uitmaken. Ja, ja we, we zijn uh, niet het grootste lidstaat. Wij zijn veruit niet de meerderheid. Um, dus dan kun je ook niet verwachten dat alles wat in Europa besloten wordt... ...precies is wat Nederland wil. Um, ik heb even een berekeningetje gemaakt... Als je 3,91 procent van de Nederlandse bevolking hebt, dan heb je 687.000 inwoners. Stad als Rotterdam en Schiedam erbij of zo. Ja, ja moet je je voorstellen dat die inwoners verwachten dat het Nederlands beleid volledig gebeurt zoals zij dat willen. Dat is natuurlijk onrealistisch. Dat is toch ook zo in Nederland? <laughs> maar goed, nee, maar dat, dat, daar maar zit dan. Het is wel... natuurlijk ook niet zo alsof in Nederland iedereen dezelfde mening heeft. Ik nee. weet, we hebben wel eens een discussie gehad over bestrijdingsmiddelen. En dat ging toen ook over de tulpenteelt. Nou, er waren een aantal VVD'ers destijds, die waren er valikant op tegen dat die bepaalde bestrijdingsmiddelen verboden werden. Want dat zou slecht zijn voor de tulpentelt. Ik bedoel, oma vertelt, het is wel een tijdje terug, zeg maar. Hè. Uh, maar daar waren ze valikant op tegen. Nou, de groenen waren er juist uh, heel erg voor dat het verboden werd vanwege uh, nou, de bijen en, uh, en de biodiversiteit. Dus binnen Nederland lag dat natuurlijk heel uh, divers. En ik weet wel dat de VVD destijds zei, uh, die noemde het wel uh, uh, landverwachting. We hebben, ik, ik en mijn oude collega hebben daar nog eens een boekje over geschreven toen wij weggingen, een testament van twee landverraders. Om te zeggen dat het Nederlands belang niet zo makkelijk te definiëren is. Want het kan afhangen ook van je politieke kleur. En wat de VVD in het Nederlandse belang achtte, namelijk de bescherming van de tulpenteelt zoals die op dat moment bestond, vonden wij niet in het Nederlands belang, wat wij definiëerden als ook een land met veel biodiversiteit en uh, uh, and, uh, and, and andere bloementeelt. Dus, dus het is ook niet zo. En dan vind je weer... Uh, eh, wij hebben dan ook weer de Duitse groenen, de Franse Vert en ook anderen met de Sociaaldemocraten. Weet je, dus je hebt sowieso... Uh, is het niet zo dat de Nederlanders één standpunt hebben... versus andere landen? Dat is bescheid, vaak niet zo zwart-wit. Er schiet me in dit kader een ander voorbeeld te binnen... namelijk dat van de, de, de pulsvisserij. Hè? Dat, nou, was ook, dat was ook zo'n goed voorbeeld... waarbij uh, uh, wij... ...zeg maar, de Nederlanders, iets vonden. En toen bleek vervolgens dat een meerderheid in het Europese parlement... Uh, ...een overgrote meerderheid, een verpletterende meerderheid zelfs... ...iets heel anders vond. En daar was toen heel veel verontwaardiging over in Nederland. Niet, niet bij iedereen, maar uh, he, de, de front, het gevoel was toch van... van dit, ...hier wordt iets verboden wat wij graag willen en waar wij goed in zijn. Uh, en, en nou ja, uh, we hebben daar geen invloed meer op... Dus, dat, dus dat, ja, ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk wel tot een zekere mate van machteloosheid. Voelen of, of zie ik dat verkeerd, Mendeltje? Nee, ik denk dat je dat heel goed zegt. Ik denk dat de frustratietolerantie voor, voor dit soort zaken, ja, daar, daar zegt Peter terecht in. Daar moet je mensen wel een beetje in meenemen. ook. Dat is ook wel echt belangrijk als het gaat om het politieke debat. Ja. Uh, dat, dus, uh, dat je niet als minister zegt van nou, wij wij gaan het niet doen, of dat gaat niet gebeuren. En vervolgens gebeurt het wel. Ja. Ja, dan kweek je natuurlijk toch een beetje je eigen nederlaag. Tegelijkertijd moet ik ook weer, nog weer wat meer nuanceren. Het is natuurlijk ook zo dat je. Uh, van Nederland wordt in Europa vaak ook wel door wetenschappers, ook door uh, bekende club die dit soort dingen onderzoekt, de European Coalition Explorer. Die daarin wordt gezegd: Nederland is echt goed, is echt invloedrijk in Europa. Ja. En wij zijn eigenlijk, zoals we dat dan in Europa zeggen, boven onze macht, boven onze uh, 3,9 procent was het, geloof ik. Uh, omdat, en dat komt dan met name ook door een aantal dingen: expertise. Nederlanders brengen vaak heel veel kennis mee. Wij zijn gewoon een, een, een land waar mensen gewoon goed voorbereid zijn veel dossierkennis aan tafel gaan zitten. We zijn ook goed in het onderhandelen. We, we kunnen met allerlei clubs onderhandelingen sluiten. Niet altijd. Kijk, bij Pulsvisserij is dat niet goed gegaan. Maar we hebben ook gevalstudies waarvan we zeggen: van nou, hebben we toch echt wel geprobeerd om die bal en succesvol onze kant op te rollen. En dat soort casus, we gaan de komende tijd meer onderzoeken. Daar zie je gewoon in wat is dan nuttig het Europese spel goed spelen. En een deel van het Europese spel speel je hier in Den Haag. En een ander deel van het spel speel je in, in Brussel. Het is ja. grappig. Want wat je zegt, dat klopt. Als je kijkt ook, ook in het Europees parlement, dan zie je dat uh, Nederlanders zijn vrij vaak rapporteur voor een onderwerp of ja. coördinator. Dus dat betekent dat ze heel erg bij wetgeving. Nou, bij rapporteur, dan heb je een bepaald uh, wetsvoorstel waar je de, eigenlijk de eerste. Uh, het, ...de eerste reactie namens het Europees Parlement opschrijft... ...wat vervolgens weer allemaal door iedereen gehandeleerd wordt. Zij trekken de kar dan. Hè? En je trekt de kar, maar dat ja. gaat dus heel inhoudelijk. En als coördinator dan coördineer je het standpunt van jouw politieke fractie. Heel, maar dat is allemaal heel veel vergaderen. Dat doen heel vaak uh, Nederlanders. Je ziet dat bijvoorbeeld <laughs> Fransen kiezen vaker... Uh, voor uh, het worden van vicepresident uh, van uh, het Europees Parlement. Die zijn meer geïnteresseerd anders, in status. Ja, dat kan ook van belang zijn. Maar je ziet ja. gewoon dat er een verschil uh, in belang aan wordt gehecht. Ja. Ja. Uh, ja, dat, dat is trouwens nog wel deze. een leuk, leuk punt om even op aan te haken. Het Europees Parlement, daar kun je dus als, als uh, vertegenwoordiger van een kleine lidstaat, misschien wel in een kleine politieke groepering. Uh, die misschien helemaal niet zo dicht bij de macht zit, hè? Uh, heel veel invloed hebben als je je verhaal goed op orde hebt. Hè? Dat is dus best wel een interessant verschil, denk ik, met de Tweede Kamer, omdat in de Tweede Kamer natuurlijk toch heel erg bepalend is of je tot de. Coalitiepartijen, een van de coalitiepartijen hoort of tot een van de oppositiepartijen. Hè, voor de echte invloed die je hebt. En in Europa kun je, als je hard werkt en een goed verhaal hebt, kun je via zo'n rapporteurschap, wat, wat Katelijn noemde, heel veel invloed euh, hebben. En een, een ander punt om even aan te haken op, op Peter, met die, met die zeggenschap, ik ben het natuurlijk met hem eens. Hè, dat dat natuurlijk niet op zich een, een doel op zich ook is, hè, om het parlement. Ja. Meer zeggenschap te geven. Het gaat ook om wat je daar, wat je daar uiteindelijk mee doet. Dus, maar ik denk wel, en dat is ja, zo lees ik het dan toch iets positiever misschien, ik denk dat heel veel mensen, ook door de discussies die we hebben gehad over onderwerpen zoals het klimaat, zoals migratiebeleid, zoals het aanpakken van multinationals die, ja, die zelfs niet meer onder de indruk zijn van Frankrijk of, of Duitsland. Maar alleen nog maar onder de indruk zijn van Europa, um, he, als, als factor in de, in de wereld. Ik denk dat heel veel mensen uh, goed begrijpen dat uh, het, de tijd voorbij is. Dat je, dat je vooral moet. Nou, kanker, om het even onparlementair on on te zeggen, op, op, op Brussel. Maar dat men ziet, hey, het is heel goed dat daar mensen bovenop de zaken zitten. Hè? Misschien niet op alle zaken, maar wel dat uit, uh, uitvogelen namens ons. Hè? Het is een parlement wat ook iets doet voor mensen die, uh, die, die problemen hebben. Die niet in hun eentje hè, het gevoel hebben, we kunnen hier in hun eentje geen controle meer over, over hebben. En, en, en tenslotte misschien nog op het, op het punt ook van de. Uh, het het initiatiefrecht. Uh, ik denk dat het Europees Parlement. Daar echt bij zou winnen. Niet zozeer omdat het dan vervolgens over elkaar heen zou buitelen van initiatieven, maar omdat je dan hetzelfde mechanisme krijgt wat je in Den Haag hebt, dan heb je een stok achter de deur. He, want dat is natuurlijk het, wel het probleem. Het Europees Parlement doet inderdaad vaak heel veel voorstellen en initiatieven, maar als het Europese Raad op zijn handen blijft zitten, de, de, de Raad van Ministers of de Europese Commissie vindt het een beetje ingewikkeld om het aan de orde te stellen bij de lidstaten, dan. Dan gebeurt het niet. Ja, ja die zie ik, dit zie, zie ik toch wel een beetje anders. Want ik, ik kan me voorstellen dat iedereen dat uh, wil, zo'n initiatiefrecht. Ik ben er ook niet per se op tegen. Uh, maar het is nou niet alsof, denk ik, dan de boel erg gaat veranderen. Want als er een initiatief is, dat moet ten eerste wel al kunnen volgens het verdrag, want je kan niet ineens over allerlei zaken initiatieven gaan nemen waar de Europese Unie niet op bevoegd is. En dat is toch anders dan in de Nederlandse situatie. Het moet gegeven zijn, de mogelijkheid om daar te uh, Ja, want dat is belangrijk om even te zeggen, dat, 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 dat het Europees parlement over heel veel terreinen eigenlijk niet bevoegd niet is. Hè? Dat... Het, de Europese Unie. Ja, de Europese dus het Europese parlement ja. is over de meeste terreinen bevoegd waar de Europese Unie op bevoegd ja, is. Ja. Maar de Europese Unie kan bijvoorbeeld over heel veel zaken, het curriculum op scholen of zo. Nou, weet je, dat zijn zaken ja, waar, ze, uh, waar, ze, uh, waar ze gewoon uh, alleen samenwerking, maar niet echt vaak wetgeving ja. op kan maken. Maar stel je voor, dus dat is ten eerste al een beperking en daarnaast ja, moet je alsnog ook weer uh, de Raad van Ministers ook meekrijgen. Ja. Me dus goeier. ik denk, weet je, het kan ja. prima iets zijn, maar het is nou niet zoals in Nederland, waarbij je vanuit een Tweede Kamer een initiatief maakt, waarbij je ook dus daarover gaat. En als je dan een meerderheid hebt in die Tweede Kamer, Weet. dat het dan ook een wet wordt. Zo. En me lijkt me een goede beperking. Maar het raakt natuurlijk ook wel een beetje aan, aan jouw punt, Katelijne, over hoe de Unie ooit bedacht was, hè, dat de Europese Raad ook een soort senaat was, hè, eh, tegenover die volksvertegenwoordiging. Dat klopt natuurlijk wel zoals het bedacht was. Alleen in de Amerikaanse senaat is er natuurlijk geen sprake van dat één senator al dan niet hè, eh, eh, om goede redenen. Eindeloos de boel kan blokkeren. Hè? Dat kan hier ook niet zo. Want bij de meeste zaken, en natuurlijk bij de e, raad, e, ik vind dat er heel ja. veel instituties wel door elkaar gaan. Want de raad van ministers, dat is bij de, wanneer het de wetgever is, dan is het natuurlijk geen vetorecht van al die verschillende landen, dan is het gewoon een gekwalificeerde meerderheid. Ja. Maar, goed, het maar, is... maar het vaak legt de raad zichzelf op. Dat men consensus wil bereiken. Hè? Dus het punt is dat het vaak inderdaad, je kunt over heel veel dingen gewoon bij meerderheid besluiten. Er zijn ook allerlei zaken. En zelfs de passerellen. En we hebben allerlei manieren om veel meer meerderheidsbesluitvorming, ook op Europees niveau in de Raad te doen. Maar men legt zich vaak zelf op: nee, wij willen hier niet over besluiten. Migratiebeleid is een voorbeeld van. Daar kunnen best dingen uh, besloten worden. Maar de Raad zegt: nee, daar willen we consensus over. Daarmee verschuil je je eigenlijk een beetje achter ja. de mogelijkheden die je volgens mij uh, hebt, meer hebt. Om, en dat is vervelend en dat is hard. en dat is uh, ook niet leuk naar je collega's toe in, in de Europese Raad. maar om af en toe ook een keer een stap vooruit te zetten. Ja, ja en dat, dat initiatiefrecht zou dan volgens jou een optie. daarin ja, een klein, een klein beetje tegen druk kunnen geven. Uh, ja, precies. Ja. Wat ik wel interessant vind, uh, Peter. Jij hebt natuurlijk uh, uh, als journalist. Uh, werk je veel in, in Brussel. Je hebt veel over Dieselgate uh, uh, geschreven. Er um, uh, werd net gezegd dat je als. Uh, hè, dat, dat idee dat we als, als, als dat Nederlandse Europarlementariërs een beetje above their weight aan het uh, boksen zijn, zou, zou ik maar zeggen. En dat je als individueel uh, 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 lid van het Europese parlement. dus heel veel voor elkaar kunt krijgen. Is dat, is dat iets wat jij zeg maar, als journalist ook waarneemt? Dat, dat inderdaad uh, Nederlandse Europarlementariërs eigenlijk best wel. Goed zijn in het, in, het, in, het, in het worden van een, van een probleemeigenaar, zeg maar. Hè? En het claimen van een ja. issue, zou ik maar zeggen. Ja, ja ik, uh, oh, hier komt de, de disclaimer van de onderzoeksjournalist. Ik heb geen onderzoek gedaan vergelijkend tussen alle Europarlementariërs en hoe okay. Nederlandse. Ja, fair doet. enough. Um, maar anekdotisch uh, heb ik natuurlijk wel gezien dat een aantal uh, Nederlandse Europarlementariërs. Uh, uh, veelvuldig inderdaad um, zo'n rapporteurschap wisten binnen te halen. Ja, uh, dat kan ook zijn dat, uh, dat er gewoon verder niemand is die daar behoefte aan heeft, want ja. het is ook veel werk. Um, maar het interessante aan dat rapporteurschap, zoals dat heet, is inderdaad dat je niet alleen de eerste versie schrijft van wat het Europees Parlement vindt van een voorstel van de Europese Commissie, maar dat je dan ook namens het Europees Parlement gaat onderhandelen. Ja. En dat gebeurt in um, trilogen. Ik hoop niet dat nu mensen wegzeppen, maar dat is een uh, technische Brusselse term voor een drie partijen overleg. Tussen de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Raad, dus de, de lidstaten. Um, en daar gebeurt achter gesloten deuren een onderhandeling over hoe de uiteindelijke uh, Europese wet eruit moet komen te zien. Ja. Um, dus en daar, dan, op, in die fase heb je waanzinnig veel invloed als individueel... Op, uh, ja, dan, uh, dan ja. heb je disproportioneel veel invloed. Ja. Als je bedenkt dat je één van 705 bent, maar eigenlijk namens het hele Europese Parlement... Uh, kan, kan onderhandelen. Uh, en als je bedenkt dat heel vaak is het zo dat de uitkomst. Uh, wordt uh, bijna altijd. per meerderheid geaccepteerd in het Dupers Want ja, dit was zo'n moeilijk politiek compromis. Het nu wegstemmen betekent helemaal niks. Ja. En dan is vaak de, de, wens, de politieke wens dan maar. Uh, het halfbakken compromis. Um, en dat geeft je dus als rapporteur heel veel, heel veel invloed. Um, wat ook wel enige. Uh, ook wel democratisch gezien wat te denken geeft. Ja, daar brengt de schoen een beetje. Want je, 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 uh, 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 zolang het Nederlanders zijn die boven gemiddeld veel invloed hebben, vinden we dit allemaal prima. Maar hoe zouden we het vinden als bijvoorbeeld Poolse Europarlementariërs. above their weight aan het boksen zijn opeens? Uh, ja, en het uh, is vaak ook heel lastig om, uh, uh, om te achterhalen hoe er in die achterkamertjes is onderhandeld... en waarom een bepaald punt is weggegeven. En het ja. parlement heeft ook nauwelijks uh, de zelfreflectie... dat ze daar nog heel diep op ingaan in de debatten voorafgaand aan de stemming. Ja, het, het, wat natuurlijk wel lastig is, hè, is die, die triloge waar ik het net over had, die, die onderhandeling. Als ik, als ik het me goed herinner, is die wel ooit in het leven geroepen juist... om het wetgevende proces te versnellen. Ja, dat is het ingewikkelde. Kijk, eigenlijk is de formele wetgeving, is, uh, hè, dan komt er een, een, een standpunt... Uh, van het Europees Parlement. En dan gaat de Raad er weer over. En dan gaat het weer ja. uh, daarna weer naar het Europees parlement naar en naar de Raad. En daarna komt er dan ja. een conciliatie. Um, maar ja, dat kan nogal wat tijd duren. En vaak willen mensen inderdaad vaart maken. En dan wordt er dus al helemaal aan het begin eigenlijk onderhandeld. Maar dat is eigenlijk voordat het Europees Parlement. Helemaal netjes gestemd heeft over heel uitgebreid wat het wil. En waarmee je dus weet. Hè, wat willen de Sociaaldemocraten, de Liberalen, de Christendemocraten, waar is het compromis gemaakt? Wat is dus wat het parlement wil. En eh, die gaat daarna onderhandelen met, eh, met de raad. Dat, dat weet je dus onvoldoende. Dus je hebt, dan is de invloed van een rapporteur inderdaad. Extra groot. Die moet natuurlijk inderdaad wel een beetje zorgen dat die min of meer een meerderheid achter zich weet, maar je hebt groot gelijk. Uh, dat het al veel moeilijker is om als er eenmaal een standpunt is of een, een, een compromis is, om dat weg te stemmen. Dus er zit wel. Aan de ene kant geeft dat vaak ook het Europees parlement wel weer meer macht. Omdat namelijk het standpunt dan moet aangenomen worden met een simpele meerderheid in plaats van. Uh, met een uh, versterkte meerderheid, of ik weet niet meer helemaal hoe die heet, hoe dat normaal gesproken zou zijn, als je de hele procedure had gedaan. Ja. Dus in dit geval is het, geeft het wat meer macht aan het Europees Parlement om uh, ja, wat scherper standpunten te kunnen innemen. Uh, vaak zijn het ook de lidstaten die vaart willen maken omdat ze bijvoorbeeld hè, dan heb je elk half jaar eens weer een ander land voorzitter en die wil weer met, met pluimen gaan strijken dus die wil dat een een onderwerp afgerond wordt. Nou, dat is in het voordeel van het Europees Parlement die denkt ja, ik kan ook nog wel een paar maanden wachten. Dus de druk Komt vaak dan van de raad, en degene die druk uitoefent, uh, ja, de, de ander heeft uh, zeg maar de macht. Ja. Uh, dus het is aan de ene kant qua macht in het voordeel van het Europees parlement, maar qua democratische verantwoording is het wel problematisch. Uh, ja, precies, d het is inderdaad problematisch. Uh, maar dan vraag ik me wel af, hein, want we willen namelijk allemaal graag daadkracht. Z zeker in dit land waar we al maandenlang aan het formeren zijn <laughs> en echt hunkeren naar. <laughs> Maar goed, in ieder geval... Uh, dus die, dus dit, dit geeft daadkracht, hè? Die, die snelle manier van onderhandelen achter de schermen, zou ik maar zeggen. Relatief snel, hè? Nou ja. natuurlijk. Ja. <laughs> uh, we hebben het over Europa. Nee. <laughs> ik ken ook wel gevallen waarbij ze echt jarenlang... Uh, uh, ja. tot de 20, 25, van dat soort triloogbijeenkomsten uh, uh, ja. hebben gehad. Dus het is geen garantie dat het sneller gaat. Nee, oké. Okay, maar dat was natuurlijk wel de, de oorspronkelijke gedachte. Ja. En waarschijnlijk zonder die trilogen zou het nog langer hebben geduurd. Uh, alleen is hier een oplossing voor. Uh, daar zit ik dan... Uh, of, of is dit gewoon de prijs die we moeten betalen voor daadkrachtig optreden? Ja, je hebt eigenlijk altijd zo'n modelletje dat het niet lukt om uh, uh, drie doelstellingen te verenigen, namelijk zowel legitimiteit als efficiëntie, dus dingen op een uh, uh, op een hele kosteneffectieve manier, kostenefficiënte manier doen, en ook nog effectiviteit. Het is gewoon heel erg ingewikkeld om dat zo te organiseren in ja. een democratie. Uh, en uh, dat doet me een beetje denken aan de discussie die we de afgelopen weken hadden over de covid maatregelen, waarin mensen ook zeiden: ja, we willen drie verschillende dingen. En dat is gewoon heel ingewikkeld. Er was zo een een van die epidemiologen ja. die dat zei. Toen dacht ik: ja, dit is ook weer zo'n soort. Um, dit is dus wat besturen gewoon ingewikkeld maakt. En als je nu ook even kijkt. Probeert even uit te zoomen naar die Europese Unie met die 27 landen. Al die landen hebben ook regio's, dat hebben nog niet eens genoemd hier. Hè, maar die lender en bij ons, bijvoorbeeld ook de provincies, gemeenten praten mee. Dat hebben we nog helemaal niet gezegd. Maar ja, het is al heel. ik vind het zelf, als ik een beetje uitzoom, wel heel uitzonderlijk als er, dat er überhaupt binnen de wetgeving uitkomt. Vervolgens moet die. Dan zijn we er nog lang niet. Hè, want dan hebben we een wet. Daar stoppen we nu eigenlijk steeds het verhaal. Maar ja, die wet die moet worden ingevoerd, uitgevoerd. Ja. En het werkt. Af en toe. Ja. Het werkt ook heel vaak niet. Frustratie. Het moet dan weer anders. Ja, het is natuurlijk gewoon ja. eigenlijk heel nou ja, ingewikkeld. Democratie is natuurlijk work in progress. Uh, Thijs, heb jij, je zit er nog niet zo lang. Maar heb jij je eerste triloog al achter de kiezen? Nee, nee ik heb wel... Uh, het, en verheug je je erop? En ga je ja, ons dan me, alles vertellen me, wat je daar doet? Lijkt me heel interessant. Nee, ik, ik heb wel uh, toevallig vorige week mijn eerste uh, shadows meeting, zoals dat heet. Hè. Elke rapporteur voor een rapport heeft ook weer schaduwrapporteurs. En dat, dat is best wel leuk om misschien ook even te vertellen. Omdat dat ook een beetje aangeeft hoe... Ja, hoe ingenieus en fijnzinnig dat systeem wel in elkaar zit. He, omdat elke groep kan dus, ook als er een rapporteur is van een andere groep, he, die al of niet heel hard wil werken en heel erg zijn best wil doen, waar je ook goed in de gaten moet houden, is het een ambitieuze rapporteur of niet. En welke kansen liggen er dan om als juist als schaduwrapporteur, in samenwerking met die rapporteur, of misschien wel door he, goed invloed uit te oefenen en goed te kijken waar de, waar de meerderheden liggen echt invloed uit te oefenen en ik was dus voor het eerst in zo'n meeting waarbij dan alle compromissen op tafel komen en nou ja, we zeggen wel eens in Nederland we hebben hier het poldermodel uitgevonden hè, waar iedereen altijd uiteindelijk met elkaar verder komt. Nou de laatste tijd is dat volgens mij allemaal wat ingewikkelder geworden met 19 partijen in de Tweede Kamer en uh, een flink gepolariseerde uh, situatie in Europa. Het Europees Parlement is ook een hele grote compromissenmachine. Hè? Ja, dus als je van, compro steroids. van het compromis houdt om ja. een stapje <laughs> verder te komen, dan eh, ben je in Europa aan het goede adres. Ja, ja, ja. Nee, uh, oké, okay, helder. We, uh, vind ik denk dat er dan wel een belangrijk verschil is ook tussen de Tweede Kamer en het Europees uh, Parlement. Uh, is het Europees Parlement is heel erg gericht op wetgeving, op het maken van compromissen. Dat dat, heeft, dat is een absolute kracht. Hè. Elk parlement heeft meerdere, uh, wet, dus, uh, meerdere taken. Dus het maken van wetgevingen, controleren... en ook het zijn van een volksvertegenwoordiging... waarin mensen zich herkennen. Ik denk dat het heel sterk is als wetgever. Uh, daar heb ik dus ook heel veel plezier aan beleefd. Maar het is wat minder sterk als volksvertegenwoordiging... in dat mensen zich daarin ook herkennen. Ja. En de Tweede Kamer is in dat laatste... zich misschien nu heel erg aan het... Uh, uh, aan het, aan het, ja, is, is daar vooral mee bezig. Het vertegenwoordigen is... laat het wetgeven af en toe nu wat liggen. Dus het zou fijn zijn als ja. de twee partijen wat meer... De, de twee parlementen wat meer van elkaar zouden ja. overnemen. De, de Tweede Kamer, daar, daar staat de politieke strijd wat meer centraal, ja. hè, denk ik. Nou, wat Thijs ook zei, heel erg belangrijk is sowieso wat oppositie en wat coalitie zijn. Ik denk dat de liefde voor het compromis uh, wat, uh, wat weggegaan is... Um, en het is heel erg gefocust, inderdaad, wat ook belangrijk is, hè, om het uiting geven bij het vragenuurtje, de controle op de regering. Maar als je kijkt naar hoeveel mensen zijn er ook aanwezig wanneer de wetgeving wordt besproken uh, en hoeveel mensen hebben nou echt alle stukken gelezen ja. om ook te begrijpen waar die wetgeving precies over gaat, inclusief de uitvoering. Uh, dan, is dat, uh, dan, ja, dan zijn daar nog wel echt wel wat slagen te maken. Ja, nou dank voor dit bruggetje, want we hebben nu heel veel over het oh, Europese parlement gehad, en we gaan het nu inderdaad hebben over de Tweede Kamer. Uh, 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 natuurlijk is het zo dat uh, kijk. We hebben al gezegd van, van nou ja, in de Tweede Kamer heb je het gevoel dat je heel veel invloed hebt en dan gaat het de Europese trechter in zeg maar en dan ben je nog maar met z'n 29 even simpel gezegd. Dus, dus, dus dat, dat ik kan me ook voorstellen dat dat een soort dynamiek op gang brengt waardoor je misschien als kamerlid niet heel erg veel zin hebt om je heel erg bezig te houden met Europese. Ja, dat klinkt, klinkt misschien een beetje raar, maar omdat je omdat je het gevoel hebt van ja, ik kan nu wel van alles gaan bedenken. En misschien dat ik daar zelfs de handen voor elkaar uh, hey, op elkaar krijg, maar dan heb ik niet de garantie dat het straks ook gaat gebeuren. Uh, um, nou, wie, wie wil hier uh, losgaan uh, over Dit uh, is is, is kijk je Het in mij. Ja, nou, uh, ja. Nee, ik, wil, ik, wil, nou, ik wil ook namelijk best uh, iets aardigs zeggen over de Tweede Kamer. Oké. Okay. Uh, <laughs> kijk, ik denk dat de Tweede Kamer, namelijk inderdaad, zoals Katalijn ook zei, hè, qua debatcultuur en qua hoe men met elkaar ook probeert. Uh, openbaarheid van stukken uh, van, voor die uh, voorbereidende vergaderingen af te dwingen. Om daar ja. dieper te graven. Dieper dan andere parlementen tot nu toe gelukt is. Ik denk dat dat een groot compliment is. Hè, en ook dat je daar over de degens kruist met elkaar. En dat mag er ook best stevig aan toe gaan. Maar je moet wel aan het einde van de dag uh, bedenken waar je uit wil komen. Hè, en het, het is dus ook ja. een rol voor de Tweede Kamer zelf. Hè, want je kunt natuurlijk inderdaad de minister met een stevige boodschap op pad sturen. Maar in het kader van verwachtingmanagement ook naar. De mensen hè, die misschien thuis zitten te kijken, of die misschien verwachtingen hebben hè, van wat jij doet als Tweede Kamerlid, om de verwachting ook wel realistisch te houden, wat, wat Peter ook uh, zei, ja. omdat uiteindelijk eens op pad gestuurd het natuurlijk niet zo is. En daarvoor zou denk ik wel helpen als men eerder in het proces zich ook verdiept, hè, behalve dan pas die twee dagen voor die. Dat debat wat ze dan hebben met de minister eerder in het proces verdiept. Hoe liggen de zaken nou er werkelijk voor als het om een wetsvoorstel gaat? Ja, en dit vind ik dus heel fascinerend altijd. Dit zeg ik ook richting de luisteraars thuis. Maar in Nederland heb je dus altijd inderdaad, als er een EU-top is, dan is er een uitgebreid debat van tevoren. Er worden allerlei fiches gemaakt waarop de Nederlandse inzet uiteen wordt gezet. We zijn zo'n beetje het enige Europese land die dat doet. Uh, en ik, ik hoor dan altijd van, van, uh, van buitenlandse diplomaten... die zeggen altijd van, ja, bij jullie is het zo geweldig... want hè, we, we hoeven alleen maar even te scrollen in de Tweede Kamer-website... en dan weten we precies wat Nederland van plan is. Dus hè, als dat straks dat onderhandelingsspel losbarst op Europees niveau... dan weten we eigenlijk al wat jullie willen. Uh, en terwijl zij lekker de, de kaart tegen de borst uh, houden. Uh, het, 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 dus het, het, het klinkt hartstikke mooi, maar er zit, er zit ook iets... Ja, het zit, het zit. ja, maar mijn Menteltje zei net ook al iets over hè, in welke... Ik denk dat Nederland namelijk vaak heel goed uh, het spel speelt. Hè, en uh, er kan ook nog ontzettend veel gebeuren buiten die uh, openbare beraadslagingen ja. om. Maar ik denk vooral op het punt van verwachtingmanagement en ook realisme. Uh, reality check noemde jij het. Hè, uh, realisme over, uh, is het nou redelijk om te verwachten? Hè, want dat is natuurlijk wel een grapje wat dan in Brussel wel rondgaat. Hè. De Britten zeiden vroeger altijd, we always fight till the last Dutchman. Uh, je moet natuurlijk op het juiste moment uh, het compromis, en daar hebben we het weer, hè, het resultaat wat je wel kan binnenhalen, ook kunnen omarmen. Hè, en, en daar ook onderdeel van kunnen zijn. Want dan heb je weer weer invloed. En het is inderdaad wel eens gebeurd dat Nederland inderdaad dan uiteindelijk op het laatste moment alleen kwam te staan, omdat men een te scherpe of te ja. uh, um, uitgesproken positie had. Maar over het algemeen, en dat is dan weer geruststelling, misschien ook voor de mensen die kijken. Ja, vaak is dat, zeker als het om mijn eigen portefeuille gaat, buitenlands beleid, bijvoorbeeld, dat wat, uh, wat er in Europa, de meerderheid die zich in Europa vaak vormt, is vaak ook in het Nederlands belang. Hè, het Nederlands belang loopt vaak parallel met wat ook. Uh, Duitsland en Frankrijk uh, vaak uh, willen. Dus op dat punt hè, is het ook wel vaak niet zo heel ingewikkeld om dat om te doen. Maar het gaat natuurlijk vooral om die onderwerpen waar je zelf een uitgesproken mening hebt. Maar goed, uh, uh, Peter, hè? Ik, ik zit te denken: van, zouden we, als we het hebben over versterking van de democratie. Uh, in Europa en op nationaal niveau. Zouden we dan niet moeten eisen als Nederland dat wat wij doen met die BNC-fiches en zo, dus de, de fiches waarop we de Nederlandse inzet gewoon u, uitspellen voor de rest van de, van de wereld, zeg maar? Zouden we dat niet moeten eisen van alle landen? Dat, dat alle landen dat gaan doen? En dan zeggen ze bedankt voor die eisen, maar uh, we doen het lekker op ons nee, einde. Zou dat geen goed ja. idee zijn? Zou dat, zou dat het debat niet uh, enorm. Oh, oh, ik, ik zit ook even te denken mm. als journalist. Hè, want ja. je wilt natuurlijk heel vaak weten. wat denkt een ander land eigenlijk? En dan, ja, dan is het best vaak even zoeken. Terwijl bij ons ligt het gewoon ja. op tafel. Ja, het. het, het, het de Europese Unie is heel goed voor uh, het werk verschaffen aan onderzoeksjournalisten, zoals ik. Ja. Omdat het heel veel uh, graafwerk kost om vaak gewoon erachter te komen. wat überhaupt welke lidstaat vindt. Ja, um, precies. Ja. En, uh, uh, maar de, en, en er zijn initiatieven al uh, om dat te verbeteren. Uh, er Is in 2016 al een uh, interinstitutioneel akkoord getekend tussen de drie EU-instellingen: dus de commissie, het parlement en de Raad. Maar ze zeggen er moet een gezamenlijke database komen met wetgeving voorstellen. Zodat je kan zien, oké, okay, waar zijn we in het proces? En nou ja, in zo'n database zou je natuurlijk heel goed dan uh, kunnen verwijzen naar verschillende posities van lidstaten. Yeah. Maar daar wachten we nog steeds op. Ja, yeah. je hebt wel de legislative train. Die yeah. uh, website waarin uh, yeah. je kunt zien. Waar iets zit en ook bij wie het vastzit. Dat is wel leuk. Hè? Ja. Soms zit, zit het dan bij de Europese Raad, soms bij de commissie. Ja, maar je kunt niet echt zien bij welk land nee, het vastzit. Maar. Dat... Maar, maar ik vind ook dat we dat niet, misschien niet groter moeten maken dan het is. Hè? Ja, hè? Nederland is dan misschien in het verkeer met de Kamer wat transparanter dan andere landen. Maar Nederland als land uh, weet ook dondersgoed hoe uh, de positie ervoor uh, staat bij die andere lidstaten. Ik bedoel, de diplomaten praten natuurlijk elke dag met elkaar ook in, in Brussel. En die Nederlandse diplomatie. Is, is nog steeds van hoge kwaliteit. Die weten echt wel hoe het, hoe het loopt. Uh, maar ik denk wel dat je ook hier weer kunt zeggen: het goede voorbeeld, hè, uh, praat daar ook, uh, ook over. Laat dat gewoon zien. Doe daar niet te krampachtig over. Ja. Ik denk dat het je uiteindelijk niet per, se, niet, niet, niet per se je positie hoeft te schaden om daar, zoals wij dus proberen te doen. Wat, wat, uh, wat openbaarder, uh, meer openbaarheid aan te geven. Maar ja. het misschien... ook heel logisch zijn als je als wetgever. Want ook nee, wat ik zei, de, ook ja. de Raad van Ministers is dus een wet, uh, onderdeel van de wetgevende macht. Het is logisch. Je weet in het Europees parlement ja. welke posities wat innemen. Of welke fracties uh, qua, uh, een positie innemen. Het is ook logisch om dat van de landen te weten. Maar het is. Uh, uh, ik heb wel het idee dat het de laatste jaren echt veel beter is gegaan, ook in de Tweede Kamer. Ja. Hè? Er zijn uh, bijvoorbeeld over nou, het reguleren van de big, big tech, hè, de, de, de grote wetsvoorstellen die nu voorliggen. Digital Service Act, Digital Markets Act. Dat gaat heel erg over nou, de Facebook en de Google's en dergelijke van deze wereld. Uh, daar is het in de Tweede Kamer zijn de uitgebreide uh, sessies over geweest. Dus niet net twee dagen uh, voor de laatste raadsvergadering. Maar echt gewoon al wekenlang zijn ze daarmee bezig om zichzelf die... Kennis eigen te maken. Het zijn natuurlijk ook nieuwe Kamerleden. Maar dat vond ik echt ontzettend, uh, ontzettend positief. Ja. En ook met een griffie uh, die daar ook gewoon heel veel informatie aan levert. Dus ik heb het idee uh, dat. En, dat is dan op een aantal specifieke onderwerpen. Natuurlijk niet op alles. Maar ik denk ook dat is op zich niet zo gek. Dat je een paar onderwerpen gaat kiezen. waar je heel erg ja, selectief, maar daardoor wel heel erg indringend ingaat. Um, dus ik zie daar wel uh, absoluut stappen vooruit. Ik weet ik... hoe jij dat ziet ook. Ja, het is ja. misschien wel goed om te zeggen dat dit ook echt iets is wat, uh, wat door de nationale parlementen zelf zo wordt gezien. Uh, het idee dat je eigenlijk meer informatie zou kunnen uitwisselen, omdat al die parlementen. Om het even ingewikkeld te maken, natuurlijk hun lid van die raad ja. controleren. Hè? Dus ja. je hebt dan bijvoorbeeld de Bondsdag. En je hebt de, de, de Spaanse uh, Cortes. En je hebt de Nederlandse Eerste Kamer. En die hebben allemaal als rol om hun minister in de raad te controleren. Nou, er zitten daar verschrikkelijk veel verschillen tussen. En een van die dingen is openbaarheid. Ook de kwaliteit van de informatie, hoeveelheid informatie wat wordt gewisseld. Maar in theorie zou je natuurlijk kunnen zeggen: joh, als je nou al die parlementen uh, in één database, bij wijze van spreken, ik ga even. Heel idealistisch, en je houdt bij wat welke, wat welke parlement hoort Neegegeven, over de ja. positie in de raad, ja. dan heb je een volledig overzicht. Nou, dat overzicht wordt, zoals Thijs terecht zegt... door diplomaten aan de regeringskant wel verzameld. Hè, door alle ambassades en zo. Parlementen hebben nog niet heel natuurlijk dit soort kanalen. Proberen dat overigens wel voor elkaar te krijgen. Onder andere door elkaar te ontmoeten in Brussel... en bij andere conferenties. En daar proberen ze dan tegen elkaar te zeggen... joh, wat hebben jullie in, die Finse, in dat Finse parles, parlement... Dat de, de, de Edo's komt wat hebben jullie gehoord over jullie standpunt? Oh ja, ja. en wat hebben jullie in Portugal... in de Assembleia gehoord over het standpunt? Hé, hey, nou, daar zit ligt dus, daar gaan wij eens een vraag over stellen. Ja, dan kom je toch in een soort perfecte democratische... En ik denk ook dat de parlementariërs elkaar daar ook weer goed voor kunnen gebruiken. Hè? Want Zeker. ik kan me best wel voorstellen dat de drempel misschien hoog is. Ook voor een Nederlands Kamerlid wat misschien een, een keer een dossier uh, te pakken heeft. Waar, waar wat, wat, he, wel echt wat over te verhapstukken valt. Om dan een, de Finse collega te vinden. Maar via ons of via een collega in het Europees Parlement. Heb je veel sneller misschien ook die nou, Finse... Uh, dat vindt ze perspectief uh, op, uh, op tafel. Hè? Dus ik denk ook dat dat gewoon praktisch ook, ik, Maar ik word ook wel eens gebeld door mensen uit de Tweede Kamer, en niet alleen van mijn eigen partij. En dat vind ik alleen maar leuk en goed dat die, uh, dat, die dat die. En ik denk ook dat dat iets te maken heeft met daar open voor staan. Proberen elkaar ook dan even te helpen en uh, verder te helpen. Want ja, dat is wel een beetje ook het, het verschil, ook weer zo'n verschil tussen, tussen Nederland en, en Europa. Um, ja, hier is het natuurlijk toch de, de waan van de dag, maar ook de, uh, de verkiezingen. De campagne begint vaak de dag na de laatste verkiezingen. Hebben we nu ook ja. weer gezien. En dat heb je in Brussel minder. Dat heb je veel minder. Ja. Dat daar ook veel minder zo'n uh, structuur is met een coalitie en een. Uh... Mag, ja. mag ik nog één element? Want wat belangrijk is ook van openbaar, van meer openbaarheid is ook, uh, want het gaat niet alleen over de macht van parlementen, maar ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties of journalisten of ja. andere. Groepen die zich ook natuurlijk normaal gesproken reuren ja. in, een, in een democratie. Hè? Dat is niet alleen maar de gekozen volksvertegenwoordiging. Dat is het hele palet van mensen die zich zorgen maken, brieven schrijven, nou ja, organisaties. En uh, ik denk dat dat dus ook van, waarom het ook zo van belang is... en waarom ik het dus ook lastig vind met waar we het net over hadden... met die triloog, waardoor heel veel informatie apart blijft... is dat je, wat je daar mist, is dat er dan ook druk kan ontstaan via, via organisatie. Vanuit de samenleving. En dan ja. wordt het een vrij magere democratie. Dus ja. ik denk dat dat ook iets is waar we... Hè, dus dat we niet alleen oog moeten hebben voor... werkt het mechanisme goed van de parlementariërs... Uh, maar hoe stimuleren we ook zo dat, er, uh, dat, dat het maatschappelijk uh, middenveld... Absoluut, ja. goed geïnformeerd is en zich ook kan reuren? Ja. En dan, ja, dat is denk ik van belang. En dat, wat ze, meer dat ze weten van al deze kanalen... want wat ik zelf heel duidelijk merk is dat... zeker bedrijven en belangeninstellingen nog wel eens vergeten... die zijn dus heel actief in het Europese parlement... maar ze vergeten dat dus ook nationale kamerleden... die ze voor nationale onderwerpen heel goed weten ja. te vinden... dat ze daar ook wel eens wat informatie over Europese zorgen kunnen geven. Ja. Ja, en dan laat je het echt als een... Uh, dan laat je eigenlijk die cirkel stromen tussen het maatschappelijk veld, input, problemen, zorgen en het Europese. En dat zit nu nog vaak een beetje in silo's verstopt, heb ja, ik het gevoel. De, 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 de vraag die natuurlijk ook op tafel ligt, is in hoeverre de Tweede Kamer uh, geëquipeerd is hè, om, uh, om zeg maar, dat, 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 dat Europa goed te kunnen volgen. En ik, uh, uh, ik kwam een hele interessante uh, recente brief tegen uh, van de Raad uh, voor het Openbaar Bestuur. Uh, dat gaat over de ondersteuning van, van, uh, van, uh, van Kamerleden. En daarin wordt een Leidse politicoloog uh, uh, geciteerd, Simon Otjes. En die heeft dan uh, uh, hij heeft een beetje een soort vergelijkend uh, onderzoek gedaan. En hij komt eigenlijk tot de conclusie dat in plaats van 150 Kamerleden zouden we er 259 moeten hebben. He, omdat ons parlement he, onze Tweede Kamer is kennelijk gewoon relatief klein vergeleken met, met, met andere Europese landen. En hij, hij heeft ook een beetje gekeken naar de ondersteuning. En, en dan, als ik het goed heb begrepen, dan, uh, he, dan is de ondersteuning van, 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 uh, van een Kamerlid is, is ongeveer 2,5 persoon A3, zeg maar. En, en, uh, uh, en in de rest van Europa is dat 5A6. Weet je wel? Dus uh, 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 het, het gevoel. Wat natuurlijk. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan denken. Want ook nu. Je had het al een beetje over de. De, de, de versplintering die gaande is. En je krijgt toch een beetje het gevoel dat. Uh, de grote thema's die op tafel liggen, en dat zijn vaak Europese thema's ook, hè, of je het nou over klimaat of landbouw hebt of wat dan ook dat, dat de, de huidige uh, samenstelling van de Kamer toch een beetje boven het hoofd aan het groeien is, omdat het zoveel kleine fracties zijn. Het, uh, je, je krijgt een beetje het gevoel dat we hier tegen een muur aan het lopen zijn of zo. Is dat, is dat een. Of ben ik dan te dramatisch of is dat... Nee, ik denk kijk, wat je ziet met de, de versplintering... dat er veel kleinere partijen zijn. Dat is aan de ene kant wel weer goed voor het uiting geven... aan ja. allerlei verschillende groepen. Dus de diversiteit in het parlement. Dus in, die, in, in, in het vertegenwoordigen kan dat weer een, een, een bijdrage zijn. Maar het is natuurlijk lastiger uh, voor uh, de wetgeving en de controle... om te zorgen dat er voldoende kennis is uh, bij, al die, bij al die fracties... Om je met al die onderwerpen uh, ook inderdaad bezig te houden. Eén oplossing is uh, meer menskracht uh, bij de parlementariërs. Een andere kan zijn om meer te investeren in de griffie. Hè, ik heb ook wel uh, uh, ik herinner mij dat, uh, dat, dat er bijvoorbeeld bij dan de justitieraad, waar ik toen aan uh, deelnam, aan de vergadering daarvoor. Dat dan ook medewerkers van de Griffie aan alle parlementariërs. eigenlijk ook heel, heel ja, echt een goede briefing gaven met allerlei soorten vragen. Of, of in ieder geval kwesties. Dan kon je er als parlementariër je eigen politieke kleur aangeven. Maar zij maakte wel heel erg duidelijk van welke ingewikkeldheden er allemaal waren en hoe in het eerder verleden vijf jaar geleden, tien jaar geleden erover nagedacht werd. Nou, kijk, dat is ook een manier om te zorgen dat de griffie voor iedereen versterkt wordt, eh, waardoor in ieder geval de kennis ook van niet alleen van de afgelopen paar jaar, maar zelfs van de afgelopen tien jaar uh, goed uh, binnen huis blijft. Ja, maar je, je voelt toch: er, er zit toch een soort rare paradox van. Hè, we, ze, we, we hebben net geconstateerd dat we in Europa uh, 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 boven ons gewicht aan het boksen zijn. Uh, uh, en tegelijkertijd heb je het gevoel dat, dat, dat hier in Den Haag de boel vastloopt. Ja, dat zeg ja, ik, heb, ik. Ik zie heb ondertussen. Ik bedoel, ik zie hartstikke veel dingen die niet goed gaan. Dus dat is altijd zo. Maar wat heb ik bijvoorbeeld afgelopen uh, jaar ook gezien? Maarten Groothuizen, bijvoorbeeld van D66. Die zich enorm druk maakt samen met Chris van Dam. Ik heb er ook aan meegedaan. Bijvoorbeeld over uh, de situatie van die Poolse rechters. Zij ja. organiseerden. Um, allerlei contacten ook met die Poolse rechters, maar ook met allerlei andere nationale parlementen om daar druk op uit te oefenen. Ja, er zijn ook heel veel onderwerpen waar ongetwijfeld onvoldoende aandacht is geweest. Um, en misschien zijn het ook onderwerpen waar jij als journalist minder aandacht voor hebt gehad van wat de Tweede Kamer Geef heeft gedaan. Geef mij maar weer de schuld. Nee, ik, ik, opper, ik opper het eventjes, want jij zegt dat het allemaal één grote uh, kommer en kwel is. En ik zeg, ja, er zijn problemen. Ik snap dat probleem ook met die versplintering en dergelijke. En tegelijkertijd zie ik dat er eigenlijk veel meer besef is. Bijvoorbeeld, zoals met die big tech wat ik net gaf, ja. of met die rechtsstaat, waar echt wel de Tweede Kamer geprobeerd heeft gewoon wat meer aan bij te dragen. Omdat zij ook zien dat die besluitvorming ook van belang is... juist hier in Nederland. Cathelijne, geef mij de schuld en ik geef hem graag aan jou door. Ja, ja. Nou, nou ja, tuurlijk. Er moet veel meer journalistiek komen over hoe de Europese Unie uh, werkt... en functioneert helemaal mee eens. En dat is ook waarom uh, bij Follow the Money onlangs een bureau Brussel zijn gestart... en samenwerkingsverbanden met journalisten in andere Europese lidstaten zijn begonnen. Precies ook om, uh, wat, wat mennetje daar straks zei... Uh, vanuit verschillende punten van informatie... Uh, uh, achter te komen hoe het nu zit. Yeah. En uh, samenwerken met Poolse, Spaanse en Italiaanse collega's, uh, dat levert dan hele uh, goede nieuwe inzichten op. Uh, wat betreft de, de menskracht in de Tweede Kamer, uh, we hebben vorig jaar heeft uh, premier Rutte met zijn 26 collega's afgesproken dat er een groot herstelfonds moest komen om uit de economische crisis als gevolg van de corona uh, te komen. Yeah. Een belangrijke voorwaarde daarbij was dat elk land een plan moest indienen met hervormingen. Op, zodat we dat konden controleren om eventueel de noodrem te trekken. Nou hebben alle landen behalve Nederland zo'n plan inmiddels ingediend. Ja. Maar als je dan kijkt in de Tweede Kamer hoe daarover wordt gesproken. Um, ja, de, dan, dan, dan zeggen de fracties laten we het debat maar uh, schriftelijk doen. Uh, som, bij een andere keer was uh, toen, toen vier lidstaten hun plannen werden besproken in de raad, werd vooraf gezegd: Ja, schriftelijk debat is niet eens nodig. Dus, uh, en daar, daar proef je toch ook inderdaad dat de fracties zeggen: Ja, we zijn gewoon te klein om dat allemaal ook nog te doen. Ja, ja. je ja. doet jezelf tekort ook. Ik, ik, dit is natuurlijk geen populair onderwerp bij politici en zeker niet in Nederland. Ja, meer dat... geld naar de politiek. Ja, ik heb, ik of ik heb naar de democratie, ik heb vijf jaar geleden ook in de Tweede Kamer gewerkt en ik, ik hoop echt dat het nog weer iets beter is geworden. Maar het zijn natuurlijk wel uh, inderdaad uh, uh, ja, de, 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 zeker de goede dingen niet te nagesproken. Maar ik denk dat we onszelf als land ook een klein beetje uh, tekort doen door daar niet over te durven zeggen. Ook als volksvertegenwoordiger als geheel gewoon te zeggen: jongens, we gaan hier niet uh, lopen kruidenieren. Uh, als het zo is dat een lidstaat van de Duitse federatie, hè, dus een, een Duits-Bundesland. Al alleen al één Duits Boendesland heeft al een vertegenwoordiging van acht of tien mensen in Brussel zitten. En Nederland eerste en tweede kamer samen hebben één iemand in Brussel. Ja. En nee het inmiddels. Is ingewikkeld. Ja, maar dat is toch geloof ik iemand die dan uh, steeds wordt ingevuld een trainee geloof ik. Hè? Nee, eerste kamer heeft nu ook een vaste vertegenwoordiger. Oké, okay, nou, dat zijn er dus dat twee. Dat zijn er nu twee. Maar, maar dat is maar. dus een land als Nederland ten opzichte van een Duits Boendesland die in zijn eentje al acht heeft. Ik zeg niet dat Nederland ook uh, meteen tien mensen moet doen, maar je doet jezelf als parlement dus tekort. Uh, denk ik, door niet ook daar op echt een degelijk niveau uh, uh, te investeren in, in, die, in die kennis, om die naar je toe te halen? Ja, ja. dat denk, denk ik, vind ik echt jammer. Ik, de vraag is dan een beetje ook weer om het concreet te maken, zeg maar van wat is hier de oplossing voor? Nou ja, je zou dus inderdaad het, het aantal medewerkers kunnen verdubbelen. Dat is geloof ik wat in die brief staat die ik net citeerde van Hup, twee keer zoveel mensen. En ook focussen op bepaalde dossiers, hè? Ja. Als, als Kamer gewoon zeggen, niet dan als politieke fracties onderling gaan steggelen, maar zeggen wij als geheel, als Kamer als geheel, maken energie en mankracht vrij en, en, en om. Zo'n dossier heel goed te volgen. En dan weten we dat we er ook weer drie niet kunnen volgen. Oké, okay, so be it. Maar dat we een aantal dossiers. Volgens mij doet de Kamer dat ook. Hè? Die maakt een soort agenda van dingen. Nou, als je dus de, daar verdubbelt, kun je twee keer zoveel uh, dossiers volgen. Dat lijkt me al winst. Ja, ja. Ja, het zou heel mooi zijn als je zo'n Europese prioriteitenlijst, waar, waar Thijs naar verwijst, uh, we hebben, de Kamer maakt elk, elk jaar zo'n lijstje van, van dossiers, uh, van, dat komt uit het werkprogramma van de commissie, komen wat plannen, dan wordt er een lijst gemaakt. Je zou kunnen zeggen van nou, daar hebben we echt één uh, of twee experts ja. voor nodig voor een aantal van die grote thema's. Als je het bijvoorbeeld hebt over Big Tech, of als je het bijvoorbeeld hebt over, en dat moeten dan inhoudelijk experts zijn, en dat is natuurlijk ook een beetje het, Lastig, uh, ja. het ingewikkelde, zeg ik ook meteen. Omdat je natuurlijk als Kamer op dit Moment eigenlijk vooral investeert in generalisten. Dus mensen die zowel goed de procedures kennen als mensen die in het algemeen onderzoek kunnen doen. Ja. Maar je wil ook mensen hebben. Ja, zou ik zeggen als controleur... die die controletaak, zoals Peter al een beetje zegt... in die verschillende hoofdsteden een beetje kunnen bijhouden. Want je krijgt een brief, dat is hartstikke mooi... maar daar staat de positie van één regering in. Ja. En hoe toets je dat aan de realiteit... met 27 regeringen plus een Europees parlement? Ja, en daar heb je eigenlijk toch ook echt wel... wat ja, Europa-specialisten voor nodig dat, dat lijkt me ja. inderdaad minstens zo belangrijk. Want kijk, ja, dat, het is altijd goed en helemaal waar... een beetje meer ondersteuning, meer aandacht en zo. Maar goed, het gaat uiteindelijk ook over het hebben van een echt debat ook over het, het, wat zijn nou de punten en je kan ja, daar heb je als je kennis Nederland voor nodig daar heb je kennis van ja daar van. heb je kennis van komen. maar je hebt ook de... Je hebt ook juist interesse nodig in verschillende standpunten. Dus niet, je kan kennis hebben, heel veel kennis over de wetstekst van de Europese Commissie. En heel veel kennis over het standpunt ja. van Nederland. Prima. Maar dat is een gemankeerd debat. Ja. Want het ja. gaat erom: ik ga toch zelf ook niet uh, alleen maar een debat in, uh, uh, met alleen maar het standpunt van, van, van jezelf en, en de mensen waar je voor staat. Het, het idee is dat je kennis hebt van het hele debat. En dat betekent dat, uh, dat we duidelijk moeten hebben hoe zitten de checks? erin, hoe zitten de Italianen erin, hoe staan, hoe staan de... ...of wat zijn gewoon in bazaal de echt grote discussies uh, daar... ...zodat je ook weet hoe je je moet positioneren... ...want het maakt nogal uit of je helemaal alleen staat... Uh, ja. ...of dat je eigenlijk heel veel meer kan gaan bereiken, dus... Maar moeten we dus, moet, moet dan niet gewoon. Uh, Peter en ik hadden het laatst over het, uh, de, de, het, de denktank van het Europese parlement, het EPRS. Ja, uh, die, dus, die, ja. Die, 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 die dus. Uh, moeten we niet ook gewoon in de Tweede Kamer een aan Europa gewijde denktank hebben? Zeg maar. Die dus waar mensen zitten die dat Europese krachtveld eigenlijk voortdurend in kaart aan het brengen zijn. Voor Kamerleden, maar ook voor mensen die gewoon vanuit het publiek geïnteresseerd zijn. Uh, hè, die daar zeg maar papers over schrijven, over hoe, hoe het debat zich ontwikkelt in bepaalde landen, waar zijn de struikelblokken, et cetera. Zou, zou dat niet een idee zijn? Ja, dat plan is twintig uh, jaar geleden gedaan door weilen uh, Hans van Balen, die oh, uh, ook ja. natuurlijk uh, ervaring had als Kamerlid voordat hij Europarlementariër werd. En hij heeft, al, heeft het al in zijn die heeft voorgesteld een Europees expertisecentrum voor de Eerste en Tweede Kamer. Wauw. Nou ja, wat, wat, het, Goed ja, idee. Is mooi <laughs> om te horen van inderdaad ja. Hans. Maar ja. uh, het, het voordeel zou zijn dat je ook, ook zeg maar, de premier ook, uh, niet alleen gaat bevragen op het Nederlands standpunt of het ja. Nederlands belang. Maar hem ook bevraagt in zijn positie als lid van de Europese Raad. Want ja. zijn verantwoordelijkheid is niet alleen, maar hij heeft verschillende petten. Hij heeft de pet... Uh, verantwoordelijk uh, uh, voor Nederland. Maar hij heeft ook een pet dat hij onderdeel is van die Europese Raad. En ook in die hoedanigheid moet hij ook bevraagd worden... van wat betekent dit voor Europa? En niet alleen maar van, goh, uh, doet u wel precies wat, u, wat wij hebben gevraagd? Ja, ja, ja. We hebben het nog niet echt gehad over politieke partijen... Ja. en hoe het zit met de kennis daar. Um, en, uh, van de Europese partijen bedoel je? Of de nationale? Van, van de GroenLinks, PvdA, CDA, VVD... Ja. Uh, die verdubbeling trouwens uit die brief die ik citeer, slaat ook op de, de, de fractieondersteuning. Dus, okay. uh, uh, ja. Want het zou wel nuttig zijn als uh, de politieke partijen in Brussel en Den Haag ook hun standpunten wat meer op elkaar afstemmen. Want uh, het komt meermaals voor dat een partij in Brussel voor iets stemt... en dan dat diezelfde partij in Den Haag daarover klaagt. Ja. En dat, ja, dat, dat, dat vind ik eigenlijk uh, aan burgers niet uit te leggen hoe dat kan. Ja. Um, toen we in maart de verkiezingen hadden voor de Tweede Kamer... heb ik alle verkiezingscampagnes uh, gelezen op hun Europese paragrafen. Uh, en ja, daar stonden ook gewoon dingen in over kennis die gewoon onzinnig zijn of die, al, uh, die, al, die er al waren... Maar ja, dan is het toch wel interessant. Of dat nou, kijk, dan vind je dat je dus het standpunt moet houden uh, wat jouw partij had in Nederland. Ik zit er gewoon even over na te denken. Maar als ik dat voorbeeld dan toch neem weer van die, uh, van die bestrijdingsmiddelen. Want we hebben het er ook over: het liefde voor het compromis, het oog hebben voor de ander. Stel je nou voor ja, dat dit het standpunt is in Nederland, inderdaad, uh, uh, maar dat je dan. Vanuit de, de compromisbereidheid en de situatie van de bloementeeltsector in, weet ik van waar Bulgarije of wat, dat je dan toch nog een bepaalde water bij de wijn doet. Ja, zeg maar je dan toch van nee, wat... je, moet stand, je moet vasthouden aan je nationale standpunt? Nee, dat zeg ik niet. Uh, ik zal het voorbeeld geven waar ik aan dacht. Um, in februari van dit jaar stemde de VVD in de Tweede Kamer tegen een motie. Waarin stond dat de autoriteit persoonsgegevens moet meer personeel krijgen. En een maand later uh, stemde de VVD voor een resolutie in het Europees Parlement dat zegt dat als lidstaten niet genoeg middelen geven aan hun gegevensbeschermingsautoriteiten, dan moeten ze door de commissie worden aangepakt. Ja, uh, ja dan zeg je ja, maar dus de ene Ik kan het zo verklaren. Ja. En dat is namelijk dat zij zeggen... ja, we, geven, we vinden inderdaad dat alle landen... ik bedoel, laat ik, dat nou, ik hoef niet per se de VVD te beschermen... maar ik kan me zo voorstellen dat zij hun, uh, het Europese uh, compromis verdedigen... door te zeggen... Alle eh, landen moeten voldoende middelen geven aan hun autoriteit persoonsgegevens. En vervolgens interpreteren zij in Nederland. van ja, in Nederland geven we al voldoende middelen. Want we geven heel veel middelen, relatief veel middelen. aan onze autoriteit persoonsgegevens. dan de Bulgaren doen. Dus je kan dat in die zin. Eh, kan je maar goed, aan als, het, als, het, als het niet uit wordt gelegd. Hè, als, dat niet, als, als het publiek daarin niet wordt meegenomen. Uh, hè, nou, het het kan, de... kan natuurlijk zijn dat je op Europees niveau. tot een ander inzicht komt. Maar dan moet je dat vervolgens weer in eigen land gaan uitleggen van... nou, we dachten aanvankelijk dit... maar bij nader inzien hè, zijn we erachter gekomen... dat krachtenveld, dat uh, zat ja, nog anders. Ja, ja, en daar zit dat nog wel gebeurt een... natuurlijk weinig. Ja. Er gebeurt weinig en daar zit echt wel een, een zwakte van het Nederlands systeem. Dat is een beetje kritisch, want ik moet echt zeggen, we, zoals hier ook wordt geconcludeerd, we hebben echt een sterk parlement relatief als het om Europese ja. zaken gaat. Actief, zoals Thijs al zei, ik bedoel allerlei activiteiten, et cetera. De verantwoording van Europese besluiten is echt een zwakte. Ja. En dat, um, waarom is iets een, gebeurt is uiteindelijk. Dat. Waarom iets gebeurt is en waarom dus, en dat is eigenlijk ook he, waar we net naar... Je kan dus tot een andere inzicht komen, omdat Europa gaat in een, in een onderhandeling, in een debat. Je kan ook wel ja. eens van mening veranderen. Je zou ook kunnen zeggen, nou jongens, hè, we hebben dat nog eens even goed over. Hè, we hebben ook op één dossier wat meegegeven, want de, 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 al die onderhandelingen zijn parallel. Bij één hebben we wat toegegeven om bij die ander wat te halen. Nou, dat is al, in, is al heel moeilijk uit te leggen in de Tweede Kamer, omdat alles ja. in, in aparte silo's wordt besproken. Hè? Dus dan zou je, je zou kunnen zeggen, joh, bij de transportraad, ja, komen we niet tegelijkertijd en in de Milieuraad wat gelijk krijgen, volledig gelijk krijgen. Dat zijn best complex Verhalen. En wat je ziet is dat daar de regering het, ja, ik zou bijna zeggen afdoet met een brief. En moet ik zeggen, ook weer een openbaar verslag hè, van de Raad. Terwijl als je zelf met, gelukkig met behulp van geweldige onderzoeksjournalisten gaat kijken wat is daar nou echt gebeurd en hoe is dat nou verlopen. en Wat heeft Nederland nou gedaan? En Peter heeft er ook mooie voorbeelden van. Dan zeg je wel eens van, nou, dat zat toch eigenlijk net een beetje anders. En men ja. probeert hier. Kijk, na een, een succes heeft vele vaders. Na een Europese raad gaat iedereen naar zijn eigen persconferentie om te vertellen dat ze, uh, dat ze gelijk hebben gekregen. Wat niet kan, want we waren met 27. Dus ergens moet water bij de wijn zijn gedaan. Wie gaat dat zeggen? En dat is, dat is ook een ingewikkelde ja. opgave. Maar ik vind dat dat wel wat sterker kan. Want ik, ik denk ik dat de de ik andere dat andere wel herken. Weet je, dat het debat vindt vaak uh, vooraf plaats. En achteraf is er eigenlijk bijna... Het is niet meer interessant. Ja, dat, dan is het niet ja. meer interessant. Dus dat is inderdaad een beetje een rare... Ja. Uh, uh, maar uh, toch ja. zijn er dan standpunten ingenomen. Mede namens Nederland, mede namens hè, via de regering, het Nederlands ja. uh, parlement. En ik verbaas me daar ook wel eens over. Dan, dan, dan denk ik, maar heb je nou gekeken wat er in die verklaring stond? Hè? Ja. Uh, ja. Tuurlijk, die ja. conclusies worden allemaal besproken. Hè? En dat, 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 dat vindt ergens ook wel weer zijn weg in een, in een kamerdebat. Maar daar, daar komt volgens mij ook die spanning... Om de hoek kijken, waarbij er toch soms wel eens ook ja, iets gemakkelijk wordt gezegd. Hè, van nou ja, hè, uh, we hebben het helaas niet binnengehaald, maar dat was vooral niet onze schuld. Hè, dat kon, hè, kon, was allemaal de schuld van, van, van Brussel, van Europa. Hè, terwijl als er wel iets gelukt is, hè, dan hebben we het natuurlijk ook wel snel zelf uh, okay. uh, gedaan. Daar een beetje de balans in vinden. Plus, denk ik wel heel belangrijk ook, wat natuurlijk aan de politieke kant. Gebeurt of niet gebeurt. Hè? Investeren in je eigen onderzoekscapaciteit, in je eigen kritische massa, is natuurlijk ook een probleem. Dat is, dat is zeker geen verwijt aan Peter, maar wel aan de uitgevers, uh, de grote uh, bazen van, uh, van uh, de media. Hebben wij het weer gedaan? Nee, nee zeker <laughs> jullie niet. Maar ik kijk dan even naar wat ik om me heen zie in andere landen. Ja. Hè? En dan. Heeft dat natuurlijk ook met schaal te maken. Dat heeft natuurlijk ook met prioriteiten uh, te maken. Dus dat is zeker geen verwijt aan jullie. Want ik vind het een fantastisch initiatief Hoe jullie met Lisa. Uh, he, die heeft daar toen ook een stuk over geschreven. En, ja. en die, en die, 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 die uh, gemeenschappelijke onderzoeksjournalisten ook mobiliseren en aan elkaar uh, linken. Maar dat is natuurlijk wel allemaal ook een beetje nou ja, heel creatief bezig zijn. En uh, de eindjes aan elkaar knopen. Ja. Terwijl er vanuit andere landen in Brussel hele redacties uh, zitten. Ja, maar je hoeft in Duitsland of Frankrijk ook niet uit te leggen... dat Europa belangrijk is. Nee, maar dat en dat moet je hier vaak wel. Nou ja, dat is, dus, dat is dus wel lastig. En ik, ik zoek ook een beetje, het is ook een beetje een vraag... Hè? hoe ja. kunnen we ook met, ik weet niet of er al vragen zijn van de mensen daar... Nou, maar, daar, ah, dat is goed. Hoe kunnen we met, Dank voor het bruggetje. Uh, hoe kunnen we met elkaar zorgen <laughs> dat we ook aan onze kranten... aan de tijdschriften, aan de zenders die we bekijken... ook laten merken van, hey, jongens, we, we willen gewoon... Beter grip daarop hebben, zodat ja. er ook meer geld vloeit naar journalisten die dat volgen. Ja. Oké, okay, goede vraag. Misschien een beetje lastig, maar wel ja, ja, nee, belangrijk. Subsidiëren van journalistiek is altijd een beetje een vraag. Uh, ja, maar daar moet je dus, Maar ja. goed. Ja. Het, is, het is een interessante vraag. Uh, ik wil inderdaad naar uh, eigenlijk de star of the show, namelijk het publiek. <laughs> um, zijn er vragen? Zeker. Ik uh, heb een vraag uit de YouTube chat die ik eerst wil stellen. Um, in de inleiding wordt al het verschil tussen de verschillende EU-landen en de relaties tussen de Europarlementariërs en hun nationale parlement al een beetje genoemd. Um, maar hoe maakt de relatie tussen Europarlementariërs en hun respectieve nationale parlement verschil in invloed op EU-niveau? Daar moet ik even over nadenken. In hoeverre, hoeverre maakt dus, um, in hoeverre maakt de relatie die Europarlementariërs hebben met het nationale parlement verschil op de mate van invloed die zij hebben op EU-niveau? Is het dat, dat in de, dus relatie de nauwe in de relatie Europar? die Frankrijk ja. heeft met, ja. met de Europarlementariërs? Of dat geeft ze dat meer invloed? Frankrijk dat, als, als land meer invloed geeft? Ja. Ja, versnippering is natuurlijk nooit goed in het Europees. Dus als je zou zeggen dat Frankrijk één standpunt zou hebben... en dat standpunt zou worden gezegd door hun... help me even, Thijs, 70-plus Europarlementariërs... plus de Franse regering, die al behoorlijk wat, uh, wat power. politieke ja. power heeft in de raad... zou je kunnen zeggen, ja, dat helpt inderdaad wel. Ja. En het helpt dus niet als je uh, als Nederland... nou, daar hadden we net wat voorbeelden van... en de, in de ene raad het ene zegt... en dat 29-euro-parlementariërs allemaal wat anders zeggen... Tegelijkertijd zit het dan ook wel weer zo ingewikkeld in elkaar dat ook Europarlementariërs hun eigen uh, ik zou zeggen fanbase hebben met hun eigen belangen, die ze vaak vertegenwoordigen van een regio, van een bepaalde uh, politieke stroming. Die misschien niet noodzakelijkerwijs hier in Nederland in de regering zit, in de coalitie zit. Zodat he, ze toch de kans hebben om in het Europese parlement iets te zeggen, maar in Nederland in de raad minder uh, aan het woord komen. Dus um, je kan het niet één op één zeggen, denk ik. Wat een wetenschappelijk antwoord. Ja. Yeah. Ik ben wel benieuwd hoe de anderen dit, uh, Thijs, hoe jij dat ervaart. Ja, wat, wat je wel ziet is, als je die, als je die gemeenschappelijke inzet, die, die zeg maar partijbelangen misschien zou overstijgen, hè, omdat Franse parlementariërs dan zeggen: Nou, wij, wij gaan voor hetzelfde standpunt. Dat komt natuurlijk wel eens voor. Je ziet het ook wel eens in Duitsland. Dat dat natuurlijk wel gewicht in de schaal legt op het moment dat meerdere landen op die manier hun, hun parlementariërs uh, gaan, gaan poelen. Dus als er, en dat is wel interessant en natuurlijk ook van het Europees Parlement... Het werd ook al door meerdere mensen vandaag uh, gezegd... dat je natuurlijk te maken hebt met 27 lidstaten... met 27 culturele verschillende historie. Hè. Men komt uit een andere ontwikkeling. Men is misschien pas kort geleden een democratie geworden. Anderen veel langer. Dat doet iets met hoe je tegen dingen aankijkt. Dat doet ook iets met of je misschien... Uh, nou ja, een meer nationaal gevoel hebt op een gegeven moment als parlementariër. Ik denk dat wij er als Nederlandse parlementariërs vrij weinig last uh, uh, van, uh, van hebben. Uh, uh, misschien op een enkel dossier, uh, enkel dossier daar gelaten. Maar yeah. andere landen maken daar wel een beetje soms uh, gebruik van. Maar het kan pas een doorslaggevende factor worden als je meerdere landen ook en de parlementariërs daarvan aan je zijde. Omdat zelfs het aantal Franse parlementariërs natuurlijk niet genoeg is om in het 705 leden tellende parlement. Uh, daar echt iets kunnen doen. Ja. Ik ja, denk ze dat het, het voor de institutionele ja. kracht van het Europees Parlement uh, niet goed is. Omdat uh, als je je laat leiden, of zeg maar als, je, als die parlementariërs uh, uh, op een gegeven moment ze gaan opstellen als het verlengstuk. Uh, wat uh, al dan uh, al naar gelang de, de hoofdstad, zeg maar, uh, ja. uh, de orders uitdeelt. Nee. Als je op die manier. Je standpunt gaat bepalen, dan ben je als parlement, als volksvertegenwoordiging natuurlijk ja. verzwakt. Ja, Daar ja, ben ik het dan mee eens natuurlijk. Dus, ja. Ja. Want, 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 want als, als je Europarlementariër bent, zit je er dan voor je eigen land of zit je er voor Europa? Ja, ik, 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 zit, ik ben natuurlijk wel gewoon Nederlander. Hè? Uh, en ik ben ook gekozen door Nederlanders. En daar leg ik ook heel graag verantwoording aan af. Maar ik zie mijn rol. En, en Judith Sargentini, uh, die zei dat ook bij haar afscheid. De GroenLinks-Europarlementariër. Je bent, en dat vergeten mensen nog wel eens. Je zit daar natuurlijk met z'n 705 voor het, ook voor het grotere geheel. Ja. Hè? Om de Europese besluitvorming, de Europese Commissie te controleren. Die Europese wetgeving een stapje uh, verder uh, te brengen. Dus daar zit ook wel een... Net iets andere verantwoordelijkheid vind ik dan een nationaal, uh, nationale parlementariër. Maar, maar, maar we hadden het net over cultuurverschillen. En waar kom je vandaan? Wat is je historie? Die neem je natuurlijk mee. En ik neem natuurlijk mijn nou, hardwerkende uh, Nederlandse uh, uh, instelling uh, mee. Hè, wij proberen daar inderdaad met elkaar uh, ook nou ja, het beste uh, te laten zien... Hè, uh, vanuit uh, ja. de 29 Nederlandse Europarlementariërs. Helder. Uh. Ja, een andere vraag die we binnen hebben gekregen um, gaat over um, uh, of jullie denken dat de benoeming van uh, een minister van Europese Zaken in een nieuw kabinet zou kunnen uh, leiden tot verbetering in de relatie tussen het Europees Parlement en het nationale parlement. En zo ja, hoe? Peter, een aparte minister of staatssecretaris voor Europese Zaken? Vit uh, lastig. Ja, uh, de... Als die persoon vaker uh, in praatprogramma's gaat uitleggen uh, aan het publiek. dat Nederland lid is van de Europese Unie. en dat heel veel besluitvorming dus uh, in Brussel en Straatsburg gebeurt. dan is dat waarschijnlijk wel nuttig. Ja. Ik zie niet direct hoe dat. Uh, de, parlementen. De, de parlementen helpt. Misschien ja. dat jullie daar een idee van hebben, maar. Niet direct. Ja, Goed suggestie, daar niet van. Ja, het geeft iets meer capaciteit, iets meer menskracht, mannenkracht, vrouwkracht, om de, de hoofdsteden te bezoeken, bijvoorbeeld. Je merkt dat nu als je één minister van Buitenlandse Zaken hebt, dat overigens die dus ook Europese zaken doet, wat overigens veel meer landen hebben, um, dan zie je dat die eigenlijk zich echt moet focussen op zo'n breed scala aan onderwerpen. Dat het niet lukt om daar ook nog de bilaterale contacten heel intensief Precies, in te koppelen. Ja. En zoals ik net al zei, wat eigenlijk het echt het Europese spel is, is natuurlijk dat je. Probeer te ontdekken wat er achter die standpunten ja. zit. Mensen hebben een standpunt, maar daarachter zit een belang, er zit een gevoel, er zit een nationale historie... er zitten be belangengroepen. En, en om dat uit te vogelen, heb je eigenlijk ook politiek, zou zo'n extra antenne best welkom zijn. Zou die dat, zal dat ik dan ik niet juist zo... bij uh, algemene zaken moeten, bij, uh, onder de minister-president? Nou, dat is een hele oude discussie waar de Europa-coördinatie zou moeten plaatsvinden. En wat je daar eigenlijk vooral in ziet, is dat. De vraag is of algemene zaken in onze vorm, zo'n vorm zoals wij hem in Nederland hebben, het is een heel klein ministerie. Ja. Met alleen een beetje ondersteuning voor de minister-president. En de vraag is dus of je daar dan nog zo'n hele Europa-cel of een Europa-minister in zou moeten plaatsen. Het is, het is wel op. overigens een feit dat de, de minister-president mede door Europa een prominentere rol ook in het Nederlandse bestel heeft gekregen. Het is natuurlijk ook zo dat heel veel beleid gebeurt bij de andere ministeries. Bij het ministerie van Landbouw, Economische Zaken en dergelijke. Ja, ja, ja. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal Europese ministers in die zin. Ja, natuurlijk. Ja, maar dan zou je een soort coördinerende en... Europaminister ja. hebben. Die nou. dus dan inderdaad uh, uh, als een soort antenne, uh, hè, wat, wat zeg maar de, de Franse staatssecretaris Bonen ook doet, hè, die, die, uh, is, ja. die is hier best vaak in Den Haag. Nee. Uh, uh, dat valt echt op, weet je wel? De, uh, terwijl de minister van Buitenlandse Zaken zie je minder vaak uh, in Den Haag, zou ik maar zeggen. Dus het, 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 ja, er is wel echt. Uh... Die moet ook de hele wereld doen, hè? Ja. Ik bedoel, ik heb gewerkt ja, ja, voor zo'n minister voor European Affairs. Ja. toen ik voor Frans Timmermans werkte. En uh, het punt natuurlijk van hè, dat iedere minister uiteindelijk ook zijn Europese verantwoordelijkheid. ben ik het helemaal mee eens. Zo'n minister of staatssecretaris voor Europese Zaken moet ook geen. Excuustrus worden, he, om dan ja. vervolgens te zeggen: nou, die doet Europa. Precies. Maar wat wel heel goed zou zijn, is, en dat moet een samenspel zijn tussen die minister voor Europese Zaken en de premier, is dat ook de collega's wel scherp worden gehouden op wat nou ja, wel en niet realistisch ja. is. Want die ministeries die allemaal op hun eigen manier Europese onderhandeling gaan doen, he, terwijl we daar Fantastische diplomaten voor hebben, die ook op al die in al die hoofdsteden weer in ambassades, dus ook het Europese beleid weer volgen. Ja, dat moet je natuurlijk. Je moet natuurlijk ook in het ja, iedereen mag leuk zijn eigen ding doen, maar je moet natuurlijk wel slim blijven met elkaar. Hè, en ook slim blijven opereren. Oké, okay, dus we ja we hebben verdubbeling van het aantal medewerkers, een denktank, een staatssecretaris of minister. Voor... Dat gaat lekker, jongens. dit is echt perfect. Volgende vraag. En vooral politiek maken, dat zou ik toch ja. willen zeggen, in plaats van al die administratie. Ja, het sluit eigenlijk heel goed aan op de laatste vraag die ik heb, ook uit de YouTube-chat. Uh, want er zijn al een paar voorstellen voorbijgekomen. Maar we zitten hier natuurlijk in het kader van de conferentie over de toekomst van Europa. Dus de vraag was eigenlijk, hebben jullie concrete voorstellen voor de toekomstige ah. relatie tussen het nationale parlement en het Europees parlement? Ja. Ja, laten we het even zo concreet mogelijk proberen te maken. Wat, uh, als, je, zeg maar, als iedereen nou twee voorstellen zou doen, zeg maar. Weet je wel, dat uh, we, laten we. Een mendeltje, wat, wat zou jij kiezen als je twee voorstellen mag doen? Nou, ik zou het inderdaad heel mooi vinden als uh, het Nationale Parlement. tussen Eerste en Tweede Kamer. Uh, meer gebruik maken van de schat aan kennis. die er in het Europese Parlement is. in al die achtergronden, belangen, uh, posities en dat het ook lukt om tussen die hoofdsteden wat meer uit te wisselen over wat daar dan uh, de ratio achter is, of dat nou via het nationale parlement gebeurt of via politieke partijen, uh, da daar wil ik dan afwezen. Maar het mooiste zou zijn als het lukt om in die brieven die je krijgt van de regering, hier als je hier in de, als, als kamerlid functioneert, dat je dat iets meer in context en perspectief kan plaatsen dan sec de tekst die je krijgt uh, opgestuurd. En dat zou ook heel mooi zijn als daar iets meer lobbybrieven uh, op zouden komen, of dat is dan Natuurlijk vaak helaas grote bedrijven, maar het mogen ook kleine bedrijven zijn, het mogen ook NGO's zijn, zoals Amnesty of de ANWB. Of, dat die allemaal ook laten zien aan nationale Kamerleden van, hé, hey, maar op Europese dossiers hebben wij ook wel iets te zeggen. En dat willen we graag aan u meegeven, zodat u dat mee kan nemen als u de minister gaat controleren. Dus ook dat, dat, dat maatschappelijk middenveld, zoals we het net noemen, dat dat iets focaler wordt op Europese dossiers. Cathelijne, wat zijn jouw twee... Uh... Nou, ik vond dan leen ik van jou die denktank. Uh, en ik zou voor de rest. Ik, ik denk dat heel veel gaat gewoon om de praktijk. Dat je echt een, 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 de insteek hebt van. Het gaat ons aan. Want het is gewoon. Uh, het zijn uh, politieke besluiten die Nederland aangaan. En waarom zou je dan niet bijvoorbeeld. al, al dan niet via een videoverbinding. af en toe de rapporteur vanuit van Europa. van een, bijvoorbeeld het uh, belangrijke wetsvoorstellen rond Big Tech. vraagt dan de rapporteur van dat wetsvoorstel in het Europees Parlement. om informatie ook te geven uh, en in te spreken bij de Tweede Kamer, zodat je ook als Tweede Kamer uh, dan niet alleen hoeft ja, eigenlijk te putten uit de informatie die de minister je geeft, maar je ook in die zin rechtstreeks informatie hebt uh, uit het Europees Parlement. En die informatie die Mendeltje zei, dat is helemaal waar. Er zit daar een, uh, ook voor journalisten, er zitten daar echt uh, een, er zitten documentatiecentra. Met volgens mij komt er elke dag wel echt fantastische rapporten die je in alle talen kunt bestellen. Ja. Er zit echt heel veel kennis. En het gaat er om, eigenlijk om hoe ga je dat nou ontsluiten. Want er is daar een goudmijn aan kennis over van alles wat er in Europa gebeurt. Hoe het uitwerkt in verschillende lidstaten. Ja, en dat moet ontsloten worden op een zo effectief mogelijke manier. Ja, dus dat zou die denktank dan kunnen zijn. Uh, 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 even een vraagje door. Dat Deense model, hè, dat de Europarlementariërs elke maand... Uh, een keer gewoon meekletsen in, uh, in hun eigen nationale parlement. Is dat een, is dat zou dat iets voor ons zijn? Ik zou het wel leuk vinden, namelijk. Nou, ik denken. weet het niet zo goed. Omdat, kijk, dan gaat het weer. Komen er weer ten eerste weet ik dat dit uh, een enorm gedoe is, inderdaad uh, qua uh, werktijden. Want de Tweede Kamerleden zijn in Den Haag op dinsdag, woensdag, donderdag. Ja. Nou, dan zijn echt ook de, de Europarlementariërs wel op pad in uh, Brussel ja. of in Straatsburg. Dus dat is ingewikkeld. Maar sowieso, waarom zou je dan per se ook met de Nederlanden... bijvoorbeeld over dat Big Tech dossier moeten praten? En waarom niet, ik noem maar wat, ik weet niet wie de rapporteur is, een Duitse rapporteur uh, ja. uh, uh, daarover praten? Dat, dat want maakt die het, heeft ja. zicht op hoe het Europees parlement de helemaal in zit van alle uh, ja. politieke fracties. Dus waarom, Van mij hoeft het niet per se dat je met de Nederlanders gaat praten, misschien ook wel, ja. maar ik vind het wel interessant om te kijken hoe je die banden nauwer kan aanhalen, door ook veel meer met die rapporteurs te overleggen. Thijs, twee ideeën. Ja, dan ook voortbouwend op de denk ik wou nog even dan ook zeggen dat er ook he, heel veel, uh, niet per se van het parlement zelf, maar ook andere instituten zijn die. Weer onderzoek doen, vaak naar één specialistisch bedrijf, uh, bedrijf, een specialist beleidsterrein. Uh, die rapporten, he, daar, daar doen wij heel veel mee in het Europees Parlement. He. Maar ik denk dat dat ook heel nuttig kan zijn voor nationale parlementen. En ik heb zelf al in het begin uh, gezegd: uh, ik vind het hartstikke leuk als Kamerleden mij bellen en zeggen hoe zit dat. Maar ik ben heel erg eens met, met Katelijnen. Je moet ook over die grenzen heen uh, kijken. En ik denk dat dat ook helpt om even de politieke. Uh, ja, scherpe randen af te halen. Want als je ja, een Duitse of een Franse rapporteur uh, bij je bijeenkomst uitnodigt, ja, dan is die ook van een partij natuurlijk. Maar dan ben je misschien meer gericht op: oké, okay, maar ik wil nu even weten hoe die zaken ervoor staan. Hè? Ja. Dus ik denk ook dat dat juist heel verfrissend kan zijn om een, met een Europarlementariër uit andere landen te spreken. Ik vind het zelf namelijk ook een verrijking dat je inderdaad dat andere perspectief hebt. Maar ik wil daar zelf ook. Met, met alle uh, Nederlandse Kamerleden die dat leuk vinden. gewoon in het kader van uh, voordoen. Uh, uh, gewoon beginnen. Hè? Beginnen elkaar eens een keer één keer per maand of één keer per twee maanden uh, te zien. En tenslotte, uh, ik ben er erg voor dat we ook investeren. En ik weet dat het allemaal lastig is, en subsidies en onafhankelijkheid. Maar dat moet toch kunnen dat we investeren in een Europese demos. Hè? In een manier waarop we kunnen zorgen dat er, uh, ja, als er debatten zijn over hetzelfde onderwerp. Afgelopen week ging het in alle Europese landen over de problemen aan de grens met Belarus en, en Polen. Het ja. moet toch mogelijk zijn om die perspectieven ook aan elkaar te koppelen via. Netwerken die jullie al hebben, maar ook door te zorgen dat we in Europa af en toe, niet elke week, maar af en toe over hetzelfde onderwerp met elkaar ja. spreken. Ja, er was ooit een, een, een journalistiek initiatief, hè, Europress. Ja. En uh, 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 daar werd dus elke dag werden, werd een, st een, werd een stuk gekozen uit Europese kranten. En die werden dan in tientallen of zo uh, vertaald. Ja. En dat werd gesubsidieerd door de Europese Commissie. En dat is op een gegeven moment de nek omgedraaid. Omdat men het allemaal te gevoelig en te ingewikkeld vond. Maar ik, vond het altijd, ik had er altijd ik, heel ik veel aan. Ik had toch een ambitie om Goedemorgen Euro Europa te doen. Bij als, als onderdeel van Goedemorgen Nederland destijds. Het ja. leek me nou ontzettend leuk. Om één dag per week, dat wilde ik ook gaan presenteren me geweldig. En dan over politiek, maar ook over, Echt een over talkshow. festivalen en, en boeken en weet ik wat. Ik zag het al helemaal voor me. Oké, okay, nou, ik hoor hier een sollicitatie voorbij komen, dat is wel leuk. Het bevalt zeker niet zo bij de Raad van State. Oké, okay. uh, Peter? Ja, ik, ik blijf lekker bij Follow the Money. Um, <laughs> ik, ik, ik kom niet met twee ideeën, maar met wat citaten uit een, uit een rapport van 16 jaar geleden. Wat ik van de week tegenkwam. Ja? De Adviesraad Internationale Vraagstukken. Uh, dat was een stuk dat werd voorgezeten uh, door ene B. Knapen. Ja. Volgens mij is dat inmiddels uh, de minister van Buitenlandse Zaken. En de, daarin stond dat het, dit was ongeveer een half jaar nadat Nederland nee had gestemd tegen ja. uh, de, het Europese grondwettelijk verdrag. Er stond in dat het slecht gesteld was met de kennis van Nederlanders over de Europese Unie. Dat in het onderwijs Europa geldt als een onderbedeeld terrein. De geringe aandacht voor Europa in het parlement en daarbuiten miskent dat alle Brusselse maatregelen tot stand komen met voortdurende Nederlandse drokkenheid. En de AIV beveelt aan dat de Kamerfracties meer menskracht vrijmaken. Om het Europese wetgevend proces in alle stadia actief en kritisch te volgen. Ja. Om maar te zeggen dat we niet het wiel uitvinden hier. Nee. Maar uh, dat dit soort ideeën eerder zijn geopperd. Maar dat er kennelijk een reden is waarom die niet worden uitgevoerd. Ja, dat is een heel goed punt wat je maakt. En uh, ik, ik zat laatst ook in het geschiedenisboek van uh, mijn zoon uh, te bladeren. Wat hij heeft op school. En het viel mij ook weer op hoe, hoe ontzettend weinig er over de EU in staat. Ik vond het onbegrijpelijk. Ik heb ook steeds discussies, want dan zeg ik tegen mij zo, nee, maar zo is het niet. En dan zegt hij, ja, maar ik moet leren wat ik er in het, het het in het boek ja, staat. Maar daarvoor zou het ook interessant zijn om de studieboeken van andere landen eens te pakken. Want ik, ben, ik, ik heb ze niet allemaal bestudeerd, uh, Stefan, maar ik ben ervan overtuigd dat het echt ja. anders is in andere landen. Is het goed? Het is misschien ook niet helemaal waar in wat daarin staat. Landen. Maar in sommige andere landen, ja. uh, hè, om allerlei historische redenen wellicht, maar dat is echt interessant om te zien. Waarom is dat daar dan wel zo? Hè? Gewoon niet meteen een mening over te hebben, maar waarom is het eigenlijk zo? Ja. Dat, vind ik, dat zou ik heel interessant vinden. Mooie kans voor vergelijkend onderzoek. Ik citeren volgens mij. Maar zoek het vooral op dit rapport, want dat, ja. is, dat, dat leest echt alsof het vorige week is ja, geschreven. Ja, ja. ja, maar er zijn, het, 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 is heel, het is echt bizar, dit onderwerp. er zijn heel veel rapporten namelijk geschreven over dit onderwerp. En ze concluderen altijd hetzelfde en altijd gebeurt er eigenlijk te weinig mee. Ja. Toch gaan we het maar dat probeer. gaat nu veranderen, want we krijgen <laughs> een nieuwe bestuurscultuur het. en het gaat allemaal goed komen. Uh, 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 hebben we nog tijd voor een vraag? Of moeten we gaan afronden? Nog één vraag? Nee, afronden. Oké, okay, helder. Nou, dan wilde ik dus bij deze graag afronden. <laughs> ik wilde graag iedereen ontzettend bedanken. Uh, uh, ik heb een heleboel interessante dingen gehoord. Interessante ideeën voorbij horen komen. Uh, en ik hoop echt van harte dat al deze ideeën doordringen tot in Europa. Uh, tijdens de conferentie over de toekomst van de EU. En dat wij... Uiteindelijk gewoon gelijk krijgen. Hè? Wat? Nee, maar goed, zonder dolle. Het was echt super interessant. En, en uh, ik denk dat, dat eigenlijk denk ik dat we best wel goed weten in Nederland wat er moet verbeteren. Alleen het moet nu nog even gebeuren. Dus, uh, uh, dus dat zou mooi zijn als dat, uh, als dat nu met een, uh, straks met een nieuw kabinet. Uh, uh, hè? En ik, er is ook een commissie van der Staaij die ook. Over ondersteuning, et cetera, et cetera. Het zou fijn zijn als daar ook een Europese dimensie in, 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 in zit. Uh, dus dan, dan, dan hopelijk komen we dan verder dan dat we de afgelopen nou ja, 15, 20 jaar zijn gekomen. Nou, dat was het. Dank je wel. Oké, okay. dank je wel.